The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ik zit hier aan het voor de zon. Als het ergens over moet gaan, zijn de listen. Not the face! Rivers of kumbielen daarna! Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welcome to the AA! Yes! Live vanuit de Arenberg Schouwburg op het Mad Goat Comedy Festival in Antwerpen. Onze gast van vandaag en ikzelf go way back. In een ongetwijfeld ver verleden namen we samen de bus naar onze respectievelijke colleges van de hel. Hij is auteur, redacteur en televisieproducer. Jarenlang, en ook presentator by the way, jarenlang was hij achter de schermen actief als redacteur bij programma's als De Slimste Mens ter Wereld en Scheire en de Schepping. Op het scherm werd hij bekend aan de zijde van Sophie Lemaire in Bloot en Speren en van Philip Geubels en Sarah van Deurze in Geubels en de Idioten. In de opvolger, kortweg De Idioten genoemd, nam hij samen met Van Deurze de presentatie voor zijn rekening. Hij nam zelfs twee keer deel aan De Slimste Mens, schopte het niet zo heel ver, maar werd dan jurylid, ook heel cool. En op Play 4 presenteerde hij Control Pedro en was verantwoordelijk voor de eerste grote tv-hit tijdens het coronatijdperk, de Container Cup, dat hij samen presenteert met nu beste vriend Wesley Sonck. Hij maakt samen met Kamagurka cartoons, publiceerde in 2014 de novelle Van den Hond, dus hij schrijft ook nog. Interessant, en op GoPlay heeft hij zijn eigen podcast nu, Patiënt Pedro, over hypochondrie en allerlei medische vraagstukken waar hij mee worstelt. Matt Goat, graag een daverend applaus voor onze gast van vanavond. Live hier aanwezig voor jullie in de Arenberg Schouwburg, Pedro Elias! We wisten... kussen en zo. Shit, fuck, dat is ik niet meer gewoon. Oh, sorry, maar dat... Nee, dat is niet erg, dat is niet erg. Jullie zitten nog met mondmaskers en morgen moet het niet meer. Oh, dat is... Wie is de coronaregels al kotsbeu, by the way? Ja, mooi. Op naar het Rijk van de Vrijheid. Pedro, welkom. Dank u om mij te vragen. Nee, kei graag gedaan. Want wij gaan inderdaad, zoals ik al eigenlijk in een intro zei, way back. Hè. Echt wel, hè? Wat herinnerde jij u nog van die tijd eigenlijk? Van school, want dat was echt naar, hè? Ja, wij zaten samen op de bus altijd. Ja. Wij zaten op de bus 9. En wij reden alle twee altijd naar onze respectievelijke scholen. Jij naar de Jesuiten, ja, denk ik. Ja, Stadspark. En ik naar Sint-Jan Bergmans, ja. College. Dat was verschrikkelijk. Zijn er mensen die daar gezeten hebben? Och, garm. Dat is al dat ik zeg. Maar... Ik stapte af van... mag ik het in AN of mag ik het in mijn eigen taal? Maar babbelt gelijk dat je wil. Ja, want ik ben heel erg op mijn taal aan het letten. Dat is zeer duidelijk, mensen. Het is leuk dat jullie er zijn, want het is live vandaag. Nee, we gaan gewoon babbelen, gelijk dat wij babbelen. Oké. Dus eerst zeggen, Alex zat met mij op de bus op de achterbank. Wij waren zo de twee collegesleuten, maar eigenlijk ook niet. En je had de Steiner people. En dat waren coole mensen die allemaal kleuren aan hadden. En wij hebben elkaar daar wat gevonden. En ik kan bevestigen dat Alex toen al heel grappig was. En een enorme eigenheid. Want ik denk dat jij die ketting toen ook al had, ook al mocht dat misschien niet van school. Dat is kei leuk dat jij die leugen erbij verzint. Dat was totaal niet wat. Nee, ik zat echt op zo'n... Toen ik op Sint-Jan Bergmans nog zat, ik heb daar wel die... ik denk dat die zo een paar jaar geen uniform hebben gehad. Dat was de periode dat ik er zat. Ja. En dan dat jaar, letterlijk het jaar nadat ik er weg was, hebben die dat terug ingevoerd. Okay. Dus ik hoop dat ik daar iets mee te maken had. Maar ik heb eigenlijk geen idee hoe dat gekomen is. Maar dus ik heb nooit dat uniformje moeten dragen. Maar dat was wel redelijk strikt qua geen sportschoenen, geen ornamenten. Ik moest aan de kapper soms, in de Kelijnstraat, omdat mijn haar te lang was. En ik had ook zo, alle jesuiten die hadden een wc-trekker. Dat was zo'n das met een rekker. Mm-hmm. En dan werden wij wat gepest op de bus. Maar ik had geen wc-trekker, dat was een echte das. Dus elke morgen schrokken ze zo aan mijn nek. Dus ik vroeg echt aan ons mama, ik wil zo'n wc-trekker. Maar dat ging niet, want ik had al een das. Ik vond het een verschrikkelijke tijd, maar op de bus was ik wel gelukkig. Want ik wandelde met buikpijn naar de bus, met buikpijn van de bus naar school. Een verschrikkelijke periode, maar op de bus was ik gelukkig. En dat was eigenlijk met u. Ik vond het al heel grappig en plezant en dat was even een ander
universum. Wat mij wel opviel toen, dat is waarom dat jij mij ook zo levendig bent bijgebleven, is omdat jij ook iemand waart dat al naar heel veel dingen keek, waar ik ook in geïnteresseerd was, ja. En dat je niet met iedereen over kon praten. Dus zo heel veel van die Amerikaanse en Britse comedy dingen ook heel vaak, heel veel films ook. En jij zat dan op zo'n oersaai college eigenlijk hetzelfde als mij. Zeg jij dat blijven volhouden? Of? Nee, dus op een gegeven moment zei de Pief, dat was de prefect. Ja. Maar om, je heet ook overal Pief. Ja, de Pief. Dat is wel de ene man die iedereen lastig valt. Maar om even te zeggen van de Pief was... Nu noemen ze die pedo. Ja. Dus, sorry. Alleen die van mij. Die van mij niet, dat was oké. Die is dood, dat was wederzijds. Ja. Maar dus de Pief... Om maar te zeggen hoe absurd die school was, met alle liefde voor leraars, want die hebben het soms ook wel moeilijk en daar heb ik wel veel respect voor, maar de instelling van het college, ik mocht niet door het Stadspark, want dat was gevaarlijk. En ik stapte van bus 9 af aan het standbeeld, maar ik ging wel door het Stadspark en op een ochtend was daar een man met zo'n potloodventer, grote shows in uw gezicht ben aan het wrijven, waarop ik zei, dat hoeft niet zo lang te duren, maar zwart. En ik rende naar de school en omdat ik nogal sociaal bewogen ben, ging ik aan de Pief vertellen dat ik een exhibitionist had gezien, zodat ze eigenlijk de politie konden inschakelen, dat we veilig waren. Waarop hij zei, ah, maar je bent door het park gegaan, strafstudie. Ja. En dat vat een beetje mijn jesuïte-tijdperk samen. Dat vat iedereen zijn college-tijdperk wel een beetje samen. Dat is samen, wel verschrikkelijk. Hè? Je gaat iets goed doen, maar je wordt beboet, want je mocht daar eigenlijk niet zijn. Het is wel heel christelijk, dus dat is wel tof. Het klopt, Dat hoort er zo'n beetje bij altijd. Ja, ja, ik vond het niet fijn, maar wel een mooi gebouw, dat weet ik nog. Ik heb soms nachtmerries van die school dat ik daar een schoenwinkel uitbaat, maar zwart. Maar de schoenwinkel in de Jesuiten. Ja, dat is een wederkerende nachtmerrie op een hoek aan het Stadspark. Ja. Daar word ik badend in het zweet en geld, want tegenwoordig slaap ik in geld, maar wakker en dan denk ik... Dat ligt goed, hè, geld. Ja, dat is echt goed. Hè. Ja, zalig. Dat is echt niet normaal. Ik heb al een camion geschupt voor de rest zo erop te schuppen dat ik nog ga verdienen. Zeg, Alex, maar je vroeg hoe lang dat ik er heb gezeten. Dan heeft de Pief, mijn papa, is een... Catalaan, die niet supergoed Nederlands kon. Dat was ook een Pedro, hè? Ja. Want jij zei, hoeveel generaties Pedro's al? Ja, ik ben de zoveelste. En mijn oudste zoon heet Matteo. Dat was eigenlijk een schande. Dat ik weet nog, ik was op de Marolle met ons papa. En hij zegt, como se va llamar tu hijo? Hij zegt de naam. En hij dacht dat ik mijn naam... En ik zeg, Matteo. En die heeft een uur niks gezegd. Maar bij ons, hier is dat een beetje ijdel om uw kind naar uzelf te noemen, vond ik. Dus ik kon dat niet maken, maar daar is dat juist eervol. Ja. Dus, maar in ieder geval... Heb je dan toch niet getwijfeld om dat dan wel te doen? Ja, nu heb ik meer persoonlijkheid dan vroeger. Denk ik. Misschien niet de juiste, maar nu zou ik me dat niet aantrekken. Ja. Maar toen dacht ik, hoe kunnen nu zo ijdel zijn dat je een mini-me... Ja, zwart. Een junior. Ja, zo'n junior. Ja. Dat klinkt helemaal verschrikkelijk. Ja. Hè? Mensen die dat hun kind junior noemen. Ja, bijvoorbeeld. Dus dat tekening. Maar om op uw vraag te antwoorden, ik moest dan van de school verdwijnen. Wat was de vraag ook weer? Ik weet het eigenlijk al niet meer. Nee. Of ik dat college lang heb uitgezeten. In tweede middelbaar werd mij beleefd gevraagd om weg te gaan. Oh, ik heb juist hetzelfde gehad. En ook vriendelijk, hè? Zo, ja. Kei tof van. Ja. Het zou echt super zijn dat je nooit meer terugkomt. Voilà, maar echt nooit meer. En de Pief vroeg dus aan mijn papa: gelieve uw zoon niet meer naar hier te sturen. Hij past eigenlijk op een Steinerschool. Waarop mijn vader tegen mijn moeder. En wat betekent de Steinerschool? Ja, dat is iets artistiek. Mijn zoon gaat niet naar de circusschool. Dus ik mocht niet naar de Steiner en daar is mijn hart wel gebroken, dank u. Ik klikte met de Steiner. Allee, ik ben geen voorstander, want ik denk dat dat ook geen heel goedkoop onderwijs is. En je kunt er van alles op zeggen, maar de Steiners op de bus waren vrijgevochten. Die hadden lang haar. Ja. Want ik ben keilang verliefd geweest op een meisje op bus 9. Dat bleek aan de gasten en de Huben. Echt, mijn eerste mogen masturbatie zeggen. Ik heb die ook. Die was mij ook opgevallen. Ah, wel, ik ben daar echt 2 jaar verliefd op geweest. Ja, die heeft ook voor een paar momenten gezorgd in mijn leven dat ik me afvroeg hoe dat het nu eigenlijk zat met mezelf. Maar, ik geloof u echt, dat was echt de Ruben. Hè? Ja. Ik weet wie dat was. Ik weet nog hoe dat hem eruit zag. Die heeft wel ooit... dat is de mooiste vrouw die ik ooit heb gezien.
Maar wordt dit opgenomen? Nee. Natuurlijk. Ah, ja, okay, ja, okay. Dat gaat de wereld in. Dat stuk halen we er wel uit. Okay. Wauw, dat is echt... Ik ben geen zaalspeler, maar het is een heel levendige zaal. Hè? Ja, cool. Ja, hè? Dat is wel leuk. Te gek. Ja. Hebben jullie de rest van het festival gezien? Zullen jullie komen kijken allemaal, mensen hier? Dat interesseerde die geen zak. Pangelijk, dat is goed. Die zijn hier voor ons. Fantastisch. Yes! 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 Wat heb je dan eigenlijk uiteindelijk wel gedaan? Want ik zeg, wat wel zot is, is die periode herinner ik mij nog redelijk levendig, dat wij met twee vaak op de bus tegen elkaar zaten te lullen. Dan zijn wij elkaar zo uit het oog verloren. Dus ik heb ook geen idee, was die nu voor altijd op het college blijven zitten? Nee, is dat dan? En dan kwamen wij elkaar ineens terug tegen als jij zo achter de schermen werkte bij Woestijnvis. En dat was zo, oh... En dan nog zotter wanneer jij ineens op het scherm verscheen. Ja, dat is... Terwijl dat er iets voor mij wel altijd... Ik dacht altijd, ja, dat kon ook niet anders. Dat vind ik tof om te horen, maar zelf heb je daar nooit over nagedacht. Dat is echt... Ja. Eigenlijk ging Gunter Lamota toen, het programma waar ik mee ben begonnen... dat is wel een ander programma geweest. Ja, dat is een van mijn helden wel. Ja. Ik vind Gunter... Heel slim. Dat had verdomme wel een totaal aan de programma geweest. Met de band of fucking homo's allemaal. Dat is niet normaal. Maar dat is spot on. Nee, Gunther ging dat normaal doen. En dan is er iets tussengekomen. En echt een dag voor opname heeft Jan Eele mij bijna Woody Allendiaans het podium op. En ik dierf dat echt niet. Dus dat is echt mijn braak. Ik heb heel veel gekotst aan een duvel op de A12. Want de studio is daar. Ik heb niks tegen duvel, hè. Hier rijpt een duvel. Nee, dat is echt standaard. Ik ben weer te bibberen naar de studio van Studio 100. Dat werd in Lint. En aan een duvel gooide ik mijn deur open. Meestal de deur waar ik zat. En dan moest ik echt braken. En dan altijd wandelen tot dat op. En dan zei nu moet ik komen. En dat is natuurlijk, je hebt dat ook geleerd, dat is een proces gaandeweg, gaat dat beter. Hè? Ja. Dus ik heb nu een klein beetje gekotst in een van die flesjes. Ja. Ik weet niet welk. In een van de schoenen in de backstage. Ah, die van mij. Maar, maar voordat je daar wordt, want dat is wel... Jij komt ineens daar terecht, maar dat is natuurlijk... Daarvoor heb je je weg afgelegd. Je hebt niet je studie afgemaakt aan het college. Dat was duidelijk, maar wat heb je dan wel gedaan? Dus dan ben ik naar... Dat noemden ze... Ik hoop niet dat er hier leraren van zijn, maar dat was een beetje de vuilbak van Sint-Jan en de Jesuiten, Sint-Lodewijk. Ah, jee! Ja, voilà. Dat direct dat is een pif. Nee, nee. U bent leraar aan Sint-Lodewijk? Ex-student. We zaten samen in de klas. Maar ik zie het, jij moet mij nog 100 frank. Ze bieten, ja. Weet jij nog wie dat was? Of ze gaan net tof aan toen? Nee, en jij geen idee. Oprecht herken ik hem. Mm-hmm. En ik heb er een goed gevoel bij. Ja. Hij lijkt een beetje op de Ruben van op de bus. Ja. Ik dacht al, je bent terug opgewonden te worden. Petro, is dat de bedoeling? Ja, maar dus Sint-Lodewijk, ook weer al mijn excuus aan alle... Dat was ook letterlijk de naam, hè. Ja. De afvalbak van Sint-Jan. Ja. Wat ook zo funny was de eerste dag dat ik daar op de speelplaats wandelde. Mijn eerste schooldag. En iedereen van de strafstudie... stond op de speelplaats. Hey! En dat was zo, we gaan gewoon verder waar dat we zijn gestopt in Sint-Jan. Ja, exact. Waanzin. Fresh from the boat. Hoe mag jij daar dan... Wanneer heb je er dan ook gezeten? Shit, dan moeten wij er toch ook samen nog gezeten Mogelijks, hebben. Maar ik zat... ik heb daar bij meneer Smits, wiskunde. Ja. Ken je die nog? Ja, die ken ik nog. Die gaf ook goede bijles. Ja, dat, is zo'n, dat was een beetje een... Een Noorse man. Een Noorse macho. Ik denk niet dat hij nog... Is meneer Smits in de zaal? Nee. Ja. Nee. Ik weet wel, ik zat hogeschool, Karel de Grote, en die van Sint-Lodewijk zat erover. En meestal lag je zo 20, 22, en dan is er zo niet veel dat je kunt tegenkomen van jeugd. Ja. Maar we hadden zo informatica dan in het stuk Sint-Lodewijk, en dat was echt zo, hier waren gebullied door mensen van Sint-Lodewijk, want die waren allemaal ouder dan ons. Niemand zat op zijn jaar in Sint-Lodewijk. In mijn klas zat een gast die al twee keer was gescheiden. Die was ook altijd een uur later, want die moest zijn kinderen nog gaan afzetten. En die stond met de vroegen, en ja, lang verhaal. Nee, maar fijne school. Want... En dat was een directeur. Ja. Dat is, Nee, maar ik schaam me altijd als ik iets slecht over school zeg, omdat ik heb nu ook 3 kinderen en ik heb superveel respect voor mensen dat die een opvoeding willen geven, want ik ga het niet doen.
Dus, maar ik was nooit een stoute leerling. Ik kon gewoon niet stilzitten. Dus op de duur had ik een bank buiten de klas, op de gang. Ja. Een boekentas had ik niet. Dat was een zakje van de Sarma. Dat weet ik nog. En dan al mijn boeken lagen in de klas. De Sarma, jongen. Ja. Jezus. Ja, ken je dat nog? Ja, ja, het huidige shoppingcenter. Hè? Ja, ja, het is te zeggen. Dat was een ding, hè? Ja, shoppingcenter. Ja. De Sarma, die hadden zo de Nippelacosting. Ja. Dat was dat Foske. Penny. Ja. Penny of zoiets. Dat weet hem nou weer. Ja. Ja. Ik zat op Saverius College, maar ik had een gelukkig college leven, dus dat heeft echt niet veel te vertellen. Mannen Perfect schreef wel thuis. De serie. Oh, je schreef voor de serie thuis? Ja. Oké. Okay. Dat was een moderne Perfect. Speciaal college dan. Ja. Bij ons was dat nog zo Jezusbeelden die u kwaad aanstaren tegen de muur en zo. En die had nog net geen pij aan en sloeg u af met een regel. Daar waren ze net van afgestapt dat jaar ervoor. Nee, dat was niet zo cool eigenlijk. Nee, wij moesten gaan biechten. De Jezuïeten, onze lievrouwcollege, had ook aan zaal Elkerlik een chique kerk. En we moesten dan gaan biechten. En ik had heel veel schrik voor die biechttoestanden. En ik weet dat ik ben gaan biechten. En zenuwen, en ik ga daar zitten. En ik had natuurlijk verteld dat ik mijn zus had gepest. Allee, zo de domme dingen. Dat ik dan had gekust met iemand, dat dan de Ruben bleek, maar dat ik dat wel leuk vond. En, maar, en er daar hadden ze het al wat moeilijk in. Ja, er volgde geen straf. Dus ik ging terug op de stoel zitten en ik zeg aan de klasgenoten, geen straf. Lul, er zijn twee ingangen. Dus blijkbaar een biechtstoel had twee zijden. Ja. Dus ik was gaan biechten terwijl die priester nog met een andere bezig was. Dus ja, dat was aan mijn biechtcarrière. En dan moesten wij ook as woensdag met kruisen. Ja. Wij moesten bidden, dat is niet meer van deze tijd, maar aan het begin van elke dag en op het einde. Ja. Wij moesten bidden voor het eten. Heer, zegen ons deze spijs die uw milde hand ons geeft. Het is toch heel raar dat dat... Ja, ik denk niet dat dat nog bestaat, zoiets. Geen idee van eigenlijk. Ik weet dat eigenlijk niet. Als je zo naar een echt katholieke school gaat, zou dat nog zijn op zo van die colleges? Dat ik mag, heb eigenlijk geen idee. Dat mag, maar... Ja. Maar goed, maar er is iets waar volk om erin te babbelen van, is dat bij ons ook? Ik weet het niet meer. Maar is dat niet, gaat dus half Spaans? Is dat een katholiek? Is dat niet gelovig zijn met de paplepel ingegooid? Ja, maar dus mijn oma die woont een half jaar per jaar bij ons in... Catalanen waren dat, hè? Maar die waren zeer gelovig, maar eigenlijk is dat ook een vorm van bijgeloof. Hè? Dat was meer uw ding doen om dan niet fout te zijn. Maar dat was niet vanuit een overtuiging. Ja. Snap je? Het was meer de vorm. Maar ik heb nooit van thuis uit enige transcendentale dingen... dat was eigenlijk gewoon... valt niet te veel op en klaar. Ah ja. Ja. Heel moeilijk. Zo geen verschijningen thuis. Nee, dat niet. Ooit in de pannenkoek. Nee, dat is niet waar. Maar dus, en dan Sint Lodewijk, zo snel mogelijk probeerde vanaf te zijn. En dan ben ik naar Gent gegaan, wat dat heel raar is, want we zitten in Antwerpen. Mijn vrienden vonden dat belachelijk dat ik niet in Antwerpen ging studeren. Want wij hebben toch ook een hogeschool. Dus, dus ik zat in Gent als enige Antwerpenaar. En na de eerste dag vonden ze mij al niet meer leuk, want je moest in de klas je een telefoonnummer geven. En ik had niet 03 gezegd, omdat ik dacht, hé. Ja. En dat was... Iedereen weet dat 03 is. Ja. Dat is de enige nummer. Dat een prefix bestond. Ja, die boeren uit Westfalia, die vonden dat niet tof. Het zat er tegen. En dan begon ik al wel te schrijven. In omhoog gevallen Pedro vanuit Antwerpen. Met zijn klootzakje. Ja. Nee, dat was ook niet zo'n fijne tijd. Ik ging ook met buikpijn naar de les. Shit, ik heb altijd buikpijn. Hè. Ja. En hypochonder, dan... dus dat helpt dan natuurlijk ook wel. Ja, dat helpt niet. Maar dan schreef ik al wel. Gedichten voor een maandblad, dat heette Ding. Dus Mao-magazine en Ding. En ik schreef scheldgedichten. Was dat de opvolger van Mao? Ja, was dat, hè? Een geweldig initiatief. Met PDW ook, ja, Patrick PDW, de Witte. Danny Illichems, echt journalistieke toptalenten. Ja. En ik ging daar bibberend, waar nu het Mas is... mijn gedichtjes afgeven, die werden dan gepubliceerd. En dan heeft Olivier Goris van Woestijnvis, las die gedichten, maar dat was een anagram, Elio Dasper, van Pedro Elias. En hij was te weten gekomen dat ik dat was en ik mocht beginnen. Ja. Dus om maar te zeggen dat je niet per se een plan moet hebben. Is er daar iets in slapend van? Nee, ik heb wel een zware nacht gehad. Maar ik was eigenlijk Ding ontzien. Nijntje, processen. Ja. Dat was wel een tijd, dat waren zo die magazines die nooit lang geleefd hebben, maar dat was elke... Issue was wel altijd zo'n kunstwerk. Ik vond dat fantastisch. Dat is eigenlijk jammer. Dat was niet commercieel genoeg. Ja, die waren ook super comedy-minded. Ja. Dat weet ik ook nog, omwille van de PDW. En die deed ook zo heel de uiteenzettingen over Bill Hicks en dat soort dingen. Ja. Maar ja, dat is wel heel cool, deze is anders ook een goeie. De toekomst volgens Steve. Ja. Maar dat boekje... Daar hadden ze een rivier moeten bijtekenen.
Oh, sorry, te vroeg. Het is al even geleden, mannetjes. Hij is net gelijk de perfect. Hij is dood. Ça va, relax. Ja, dat is een geweldig blad, hè. Ja, dat is cool, man. En wat deed jij daar net in? Jij schreef daar... Ik schreef daar gedichten voor en... Wat was uw stijl toen? Ay, ik bedoel dat goed, dat maar waren schildgedichten. Ja. Van mensen dat ik niet tof vond. Wie had er zo allemaal uitgescheten? Weet je dat eigenlijk Ik zal Steve Stevaart zeggen, want die gaat toch niks kunnen doen. Sorry, zijn er hier erven van Steve Stevaart? Want dan is dat niet grappig, hè. Nee, eigenlijk, ik merk aan mezelf, ik vind niet dat ik vatsig ben geworden, maar ik was veel feller in mijn begindagen. Vond ik dat ook zelfs fotorondes voor de slimste mens, daar zat bij mij altijd geen zure, maar een kwaaie ondertoon. Mm-hmm. En ik merk dat die boosheid voor mij is gaan liggen. Ik hoop dat ik nog altijd funny kan zijn bij momenten, maar toen was ik echt wel fel. Nee. En heb je dan het gevoel dat dat voor uw humor dan toch ook iets heeft uitgemaakt? Dat je zo want ik weet niet... Ik denk het niet, Alex. Heb je ooit vroeger... Want ik denk niet dat je toch zo zomaar plat schoffeert. Je hebt toch altijd mensen uitgekozen en geweten wat dat je erover zegt. Ja. En dat was toch nooit op basis van iemand zijn huidskleur of op dat. Niet. Dat helemaal is toch altijd niet. Meer dat je iemand irritant vindt voor een reden absoluut. En dat je dat aanpakt. Ja, zeker. Tuurlijk. Denk ik, hè. Maar, en ik denk ook... ik ken niet zoveel van comedy, maar... Comedians die denken dat je niks meer mocht zeggen, ben ik het niet mee eens, want volgens mij mogen nog alles zeggen. Mm-hmm. Je moet er gewoon tegen kunnen dat je een lap terugkrijgt. Ja. En die lappen hoeven niet voor mij. Snap je? Is dat omdat gauwer zich geworden of omdat je echt succes hebt gekend? Nee, ik denk gewoon... Ja, ik was echt gedreven, niet om ergens te geraken, maar ik wou vertellen. Eigenlijk wil ik nu nog dingen vertellen. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik nu meer neig naar schoon dingen willen vertellen en niet per se... hard zijn of zo. Ja. Ik denk dat dat een jeugdige fase was. Ja. Maar misschien is dat niet waar en doe ik nog ik zit nog altijd te wachten totdat die overgaat. Ik denk wel dat je... hoe zeg je dat? Als ik het bij mijn eigen zou zeggen, dan denk ik dat ik vroeger meer zo'n soort fragmentatiegranaat was, met veel collateral damage. Voilà. En dat je nu meer zo precisie... Maar nog raketsen. Wel heftig. Dat je wel zegt, ik kies nu uit wie dat ik eruit haal, maar ik weet wel heel goed waarom. Zo, want er is ook heel veel on jongzin, denk ik, dat er ook perfect bij past van zo wat wild om je heen te schoppen. Hè. Je ziet dat ook bij veel jonge mensen nu, dat je dan zelf zo voor de eerste keer echt die generatiekloof voelt. Want hoe oud ben jij nu? 47. Ja, ik word nu 50 deze jaar. Dus je voelt ook voor de eerste keer, je kunt... Merci. Ik weet niet wat dat goed was of niet. Zo iemand zo, amai, ofwel zo... Ja, dat dacht ik nou al wel. Ik heb geen idee, maar in ieder geval, het gevoelt wel zo van er zit een kloof en je hebt kwaadheid van jonge mensen. Ja, en dat mag, hè. En er kun je mee om, omdat je denkt, die moeten dat ook hebben. Voilà. Die moeten ook dat moment hebben dat die alles om mij hopeloos vinden. Ja. En dat je dan zelf ook een beetje geconfronteerd wordt met wat jij ook niet meer zegt. Soms, dat is ook tof om dat te zien ik bij andere mensen. Ik vind dat eigenlijk tof, dat die mij wijzen op mijn vergankelijkheid en mijn tijdelijkheid ook. Ja. En ik vind vooral, jeugd moet kwaad zijn. Ik vind dat, ik ben dat ook geweest. Ja. En ik ben dat nu soms nog, maar misschien wat subtieler. Dus ik snap heel die beweging en zo, maar persoonlijk vind ik dat moeilijk, omdat ik van mezelf vind dat ik redelijk open-minded ben. Mm. Dus ik voel me niet vaak aangesproken in dat debat. Ja. Maar ik snap, mijn vrouw zegt van... Niet iedereen denkt zoals jij, integendeel. En daar ben ik heel naïef in. Je zit al geopend met de foutste zin aller tijden, hè. Mijn vrouw zegt. Ja, maar ze zit nu in een diepvries, want ze moest wat afkoelen. Ja. Zeg, uw vrouw trouwens, dat wist ik eigenlijk niet. Wagast. Dat is best een lekker wijf eigenlijk. Google. Die zoek hem even op. Nee, relax. Ik zit de Wesley niet. Die schrijft ook... dat is ook iemand die heel artistiek bezig is, want die zijn een reeks aan het schrijven en zo. Ja. Dat klopt. Evelien heb ik bij Woestijns leren kennen. Is een theatermaakster. Die heeft een gezelschap, Compagnie Barbarie. Zeven vriendinnen die daar mooie stukken maken. Ik moet dat zeggen, maar ik vind dat echt niet goed. Nee, het is echt fijn theater geëngageerd en zo. En, vind je dat echt goed? Ja, ik vind dat echt goed. Maar zou je dat kunnen zeggen als dat niet goed was? Ja, ik denk dat wij heel veel... Dat is niet altijd prettig, maar wij zeggen heel veel wat we denken tegen elkaar.
Wat dat heel vermoeiend is. En vindt hij alles wat jij gedaan hebt goed? Totaal niet. Totaal niet. Ja. Maar ik vind dat ook niet. Ik probeer maar wat en soms lukt het en soms niet. Hè. Dus, maar wij hebben nu samen een reeks geschreven voor Woestijnvinden, een fictiereeks. Daar hebben we 3 jaar en een half van gewerkt. Er is een pandemie tussen gekomen, dus dat heeft wat vertraging opgelopen. En binnenkort gaan wij beginnen met het casten en ik heb er wel zin in. We hebben er heel hard aan gewerkt. Ja, kunnen een tipje van de sluier oplichten waarover het gaat? Of, Ja, het gaat over 2 zussen die elkaar heel lang niet hebben gezien. Zijn er 8 jaar en op een dag belt de zus aan een chique poort en de poort gaat niet open en dan trekt ze haar af, dat blijkt een pruik te zijn, en zegt, kom Anna, ik heb niet meer veel tijd. En dat is het begin van een roadtrip naar Spanje tussen 2 zussen waarvan 1 kanker heeft. Mm. En die wil nog 1 keer de rit maken. Ik denk dat veel mensen van ons toch in de zomer met de familie ergens naartoe reden. Ja. Allee, bij ons was dat containerpark, maar sommige mensen gingen op vakantie. Dus ze gaan nog 2 zussen die nog 1 keer 1 rit naar Spanje maken. Ja. Ja, daar gaat het over. Dat is natuurlijk... Direct is de sprong rap gemaakt, als je dat zegt, naar je eigen leven natuurlijk. Ja. Wat je zelf hebt meegemaakt met je zoon, Rover. Ja. Ja. Dat hij leukemie had gekregen toen hem... Eigenlijk, want hoe oud was hij? Superjong, hè? Ja, hij is nu 6 jaar. Ja. Ik heb weer kippenvel, maar het is goed gekomen. Dus het is oké, zo. Maar op zijn 4 jaar heeft hij... die lag heel vaak plat op de grond. Ik kan dat nu nog niet verdragen als mijn kinderen op de grond liggen. Dat is zoiets dat ik een trauma... Maar hij was heel bleek, moe. En wij vonden dat raar. Naar een dokter gaan, er was niks. Teruggegaan, ja, ga toch eens naar de kliniek in Gasthuisberg. En ineens, wij hebben er echt nog mee gelachen, een test gaan doen. En lief, wij zitten bij kinderoncologie. Allee. Zo ook beschaamd dat wij de tijd van echte mensen in nood, dus totaal naïef. Mm-hmm. En wij hebben dan bloed laten testen en die had geen kanker. En een week later was hij heel moe, ben ik s'nachts met hem naar Gasthuisberg gereden en ze hadden bloed genomen en we komen nu het resultaat en die kwamen maar niet, ik vond dat heel verdacht. En de volgende ochtend zijn wij wakker geworden op de kinderkankerafdeling en was het voor echt, hè? Dus had hij leukemie, verschrikkelijk uiteraard, maar ze hebben altijd gezegd dat hij het ging halen, dus hij had 95% slaagkans. Ik heb 2 jaar aan die 5% gedacht, dat is mijn aard. Ja. Mijn vrouw heeft 2 jaar en dus ook proficiat. Alleen niet dat je een proficiat moet hebben, maar naar mijn vrouw toe. Mm. Die heeft ons gezien echt de rivier overgezwommen, allemaal op haar schouders. Dat is een zot parcours, maar ik heb er heel veel schoonheid in gezien. En het zal u niet verbazen, wij hebben heel veel gelachen. Ja. Heel veel. Met je kale kopjes erover, die had zonnekop van de cortisone. Kippenfilet, dat was... Mm-hmm. Dus, maar we hebben dat mooi gedaan. We hebben ook gezien hoe, en dat geldt voor alle mensen in de zaal, denk ik, wij zijn eigenlijk ook een stam, vind ik. Wij hadden zo vrienden en die zorgden dat er elke avond eten aan ons klink hing. He, ik noemde die dan de vrienden van de klink. Mm. We zorgen voor elkaar. Ik vind dat echt goed. Allee, mijn wereldbeeld is echt veranderd. Ja. Ik ben heel goed gesteund. En ik zal een sprongetje maken, want het wordt echt somber. Maar nee, de Rover zit nu op de jiu-jitsu. Die zit bij de scouts. Dat is een kereltje die daar een fijn leven heeft. En ik wou er nog 1 ding over zeggen. Ook hoe dat onze... Wij zeuren graag over politiek en dergelijke. Wij zijn zo goed opgevangen door de overheid. Je krijgt een zorgbudget, want je kind is eigenlijk gehandicapt. Mm-hmm. Dus wij zijn financieel ondersteund. Allee, de beste zorg. Dus ik vind... Dat ook iets mag gezegd worden, dat onze gezondheidszorg eigenlijk mogelijk uniek is in de wereld. Ja. En dat dat niet nog een bijkomende last was of zo. Ja. Dus wij hebben eigenlijk een zotte rit gemaakt, maar een schoon. Ja. Hoe was het voor hem eigenlijk? Want ik vraag me altijd af, als je op zo'n jonge leeftijd iets overleeft, want dat is ook wel letterlijk, dat je echt letterlijk iets krijgt. Ja. Dat is, het verbaast mij ook niks dat jij zegt dat je jiu-jitsu doet. Ja. Dat is zoiets in u dat triggert, denk ik, als dat gebeurt. Wauw, ik had er nog niet zo, maar ik denk dat je heel hard gelijk hebt. Ja. En die gaat ook elke vrijdag en dinsdag, en ik moet nooit zeggen... Want soms ben ik wat te lui om hem te brengen. Soms... Je jiu-jitsu, dat is kei vermoeiend. Nee, en dat is not echt maar... Je not how it. 500 meter is... Vaak vraag ik, Rover,
het is koud en zo, het CD en jiu-jitsu. En die staat al klaar met zijn pak. En ik denk dat... Is Brazilian dat hem doet? Of, of gewoon traditionele Japanse jiu-jitsu? Ik denk dat hij wel... Allee, hij gaat daar heel hard in op. En ik vind dat mooi, maar dat klopt, dat is een overlever. Ik moest erom denken, omdat ik kan dat weer betrekken op mezelf. En je weet hoe geire dat ik dat doe, dus dat kon ik dan ook direct doen. Maar ik ben geboren met een vlies rond mijn arm. Hè, en ik ben eigenlijk geboren met een kans dat ik die arm moest laten amputeren. Wow. Dus ik was 3 uur oud en ik lag op de operatietafel. En er werd aan mijn ouders gezegd, kans is 50% dat ze een arm eraf moet. En kans is ook 50% dat die te klein is, leegbloeit en dat niet overleeft. Fien. Dus dat is waar mijn ouders mee te kampen hadden, de eerste minuut dat ik er eigenlijk was. En dat heeft mijn vader altijd tegen mij gezegd, je verschoot nooit dat ik... gevechtssport zijn uitgegaan, want je zei, you were born to fight. Wow. Je zei dat tegen jij, vanaf dat jij klein wordt, voelde jij dat jij moest leven. Ja, ja. Zo, en die kwam ook kijken naar mij en dat vertelde die ook, dat vergeet ik nooit. Ik ging tot Gent vast aan een soort infuus en een draad rond mijn arm. En dat ging vastgeplakt, omdat ik dat er anders aftrok. En dan kwam die kijken naar mij in de couveuse en die herkende mij doordat mijn armje naar omhoog ging. Dus je zag alleen dat armje. En dan bleef hij altijd kijken totdat hij bewoog. Want je dacht altijd, shit, hij beweegt niet. Ik kon naar de dokter en dan begon ik er gewoon te trekken. En dan had hem zoiets, ja, hij leeft nog. En dus ja, voilà. Vechtsporten en eraan trekken. Dat is iets dat ik heel mijn leven lang dapper ben blijven volhouden. Maar ik moet wel zeggen, allez, hij is heel gebeten en zo, maar hij zegt soms uit, ik wil dat kankerverhaal eigenlijk vergeten, ook omdat... Wij zijn meer dan kankerouders, dus wij zijn vanaf de eerste week in Leuven niet echt op café gaan, maar wel gaan eten en zo. Dus wij hebben gezorgd dat we zijn blijven schrijven. Ik heb programma's gemaakt, hè, dus wij zijn blijven... Maar voor de rover, die zegt soms zo... Toen ik nog kanker had, mocht ik meer op de iPad. En dan denk ik... Gast, ik ben... De kankerkaart. Ja, ik ben 80 jaar ouder geworden. Ik meen dat, ik vind van mezelf dat ik een coup de vieux heb gehad. Ik meen dat echt, terwijl wij... Geluk hebben dat we hem nog hebben, want er zijn kindjes die het niet hebben gehaald. Hè? Maar ik ben echt 10 jaar ouder geworden, daar ben ik zeker van. En dan zegt hij doodleuk, eigenlijk, ik mocht snoepen. Dus voor hem, om op uw vraag te antwoorden, die heeft afgezien, die heeft over... Allee, 15 beenmergpuncties, dat, ik kan me inbeelden, voor de ouder is dat verschrikkelijk, omdat wij die zien hè, in slaap vallen. En, maar hij heeft het wel allemaal moeten ondergaan, al dat gif door zijn lijf. Hmm. Die heeft ook chemo echt gehad. Dus die heeft 2 jaar lang chemo gekregen, waarvan 8 maanden zware. Dus wij reden 4 keer per week naar Gasthuisberg. En soms, maar dat bedoel ik met humor, dat waren zo'n zakken, maar soms op dat parcours hadden we een 24-uren zak. En ze hadden ons dat gezegd, maar wij komen die kamie en dat was echt zo'n oranje zak. Echt precies zo'n vuil. En ja, dan moeten lachen. Allee, wat kun je doen? Ja. En hoe werd dat tegen hem altijd gezegd? Want ik ben ooit één keer bij u geweest en ik heb altijd gezegd, ik vond dat fantastisch hoe jij de rover, jij behandelt in als een volwassene. Ja, er zit is een dat een goede opvoeding? In, maar hoe zeg je tegen dat kind, wat hem, ergele zo La Vita e Bella-stijl gewijs zo... Ik vind dat een prachtige vraag, Andries, want ik heb er geen prachtig antwoord op. Ik denk dat dat wat organisch is gekomen, maar ik ga even terug naar hoe dat onze overheid en de sociale... Daar zijn allemaal boeken voor om aan die kindjes... Hè, je hebt monsters en poppen en dan krijg je een boekje mee waarin dat je aan je kind kunt uitleggen dat er monstertjes zijn dat hem aanvallen, maar er is geen om hem te helpen. Wij waren gelukkig, allez, niet de eerste in dat circuit en we zijn niet de laatste. Wij zijn supergoed opgevangen. Maar ik heb er eigenlijk nooit een eerlijk gesprek met hem over gehad, moet ik toegeven. Ik heb vooral plezier gemaakt met hem, maar eigenlijk mijn verdriet of angst heb ik aan hem heel weinig willen laten zien. Kutnar, ik heb bijna elke nacht liggen blijten. Hè. Mm. Maar ik zeg dat niet uit zelfmedelijden, want ik ben een gelukszak. Hij leeft nog. Hè. En uw vrouw? Mijn vrouw, dat is zo intiem, maar ik ga even denken dat jullie er niet bij zijn. Mijn vrouw, dus dat wordt ook allemaal voorspeld als ouders. Of we zijn niet alleen ouders met kanker, want het kan ons allemaal overkomen. Maar je leeft op adrenaline. Hè, dus wij hebben echt die 8 maanden zeker. Dat is met je busje. Ik zet dan ook altijd de 70s Batman tune op met ons busje. Dus wij gingen echt... Wij vlogen naar cool. Gasthuisberg. Ja. Rover had altijd pakken aan. Dus ze kenden hem als een superheld. Dus die een nog kindje, maar hij had altijd een supermannen. Die heeft echt alle pakken ter wereld. Ik vind dat wel schattig. En
U zal hebben gezien dat ik niet zo groot ben, dus ik doe die pakken soms ook aan. Als mijn vrouw niet thuis is. Maar dus, ze hadden wel... En dan denk ik onder Ruben. Ja, Ruben. Ruben, als je dit hoort, kom naar de Arenberg. Alles kan nog. Maar dus, Evelien, mijn echtgenote, wij hebben een andere route genomen. Ik heb de route van de angst genomen. Ik heb 2 jaar lang gedacht dat hij ging sterven. Dus ik heb heel veel geweend, heel veel schrik gehad. Evelien is moediger geweest. Die dacht niks van, kom aan. En ze hebben dat voorspeld, dat is echt textbook geneeskunde. Eens dat uw kind genezen is, komt er een enorme slag. En mijn vrouw heeft die slag, zijnde vermoeidheid. Ik denk dat ik dat nog niet wil... Ik blijf maar gaan, snap je? Ja. Ik zit hier ook omdat ik jullie tof vind en omdat ik het fijn vind dat ik hier mag zijn. Maar dat is ook om niet te moeten nadenken over uw leven. Hè. Ja. Daarom ben ik altijd dingen aan het maken. Ik denk dat dat een... Het zal u niet, allee, jullie beiden niet raar overkomen. Nee. Dat is een soort vlucht, hè. Ja. Ja. Want het is ook grappig dat je een podcast hebt nu, hè. Patiënt Pedro. Ja. Dat gaat over die hypochonder zijn, wat ja. dat jij ook zei. Hè. En wat ik er al heel leuk aan vond, was het begin. Begint al met uw vrouw, die haar eigen kapot ergert aan u. En eigenlijk al zegt, ik zie nu echt zo meu gezien, doe hier nu iets aan. Ja, dat is Evelien. Ja. Ze is er niet bij, maar dat is omdat ik niet... Nee, ze mocht erbij zijn, maar ze zei, ik hoef niet alles te zien van wat jij doet, ik ga er naar luisteren. Dus ik hoop dat we het opnemen. Ja, sowieso. Nee, Evelien is mij beu op dat vlak en ik snap dat. Ik weet niet of dat er hypochonders zijn. Wie heeft een neiging tot doodsangsten? Moet u hand opsteken. Dat is ons mama, dat snap ik. Maar zijn er nog mensen? Heel weinig, en dat verbaast mij, want ik heb heel veel reactie gekregen van mensen die zeiden, ik heb dat ook. Dus dit is een zelfzekere zaal. Ja. Ja. Of ze zijn allemaal poto, hè. Dat kan ook. Ja. Het is al wel later op de avond. Ja. Nee, dat is vermoeiend. En ik kan ermee lachen, maar ik vind het verschrikkelijk en ik ben er nog altijd aan het werken. Dat neemt uw levenskwaliteit enorm weg, hè. Ik wou eens vragen, Alex... mag ik dat vragen? Of ja, tuurlijk. Heeft er iemand geneeskunde gestudeerd? Maar we zijn gescheten als er nu niemand... Is er een dokter in de zaal? Ja, maar echt. Omdat ik heb iets aan mijn voet. Ik had fratjes. Ik zat... Nee, maar echt. Ik zal het even laten zien. Dus ik zat in Napels. Ik was gaan wandelen. En ik zag ineens 4 vratten op mijn voet. En ik dacht, vratten zijn de voorbode van kanker. Want uw lichaam... komt in de problemen. En dan heb ik in de apotheek... Is dat een voorbode, of is dat iets dat jij je eigen het wijs gemaakt dat een voorbode is? Ik dacht dat. Dan ben ik naar een apotheek gegaan en dan heeft hij mij zo'n lak gegeven om die vratten te branden. Ik had dat naar dokter Nicolaas gestuurd, maar die zei, ja, maar dat waren geen vratten. Dus ik heb iets weggebrand dat niet mocht. En dat ziet er nu zo uit. Dus echt, dat is vies, hè. Dus, voilà. En daar komt pus uit. Maar is er nu echt geen een dokter of een podoloog? Iemand van de fitness? Ja, nee, Alex, zie je dat? Mag ik eens kijken? Dus er komt nu pus uit. Ja. En ik kan pas morgen naar een dokter. Ja, deze is wel iets dat ik nooit in mijn leven had willen zien, Pedro. Ik ben blij dat je dat even deelt met ons. Ik ben nu ook voor altijd verlost van mijn voetenfetisch, voor een of andere reden. Dus dat is ook wel redelijk oké. Nooit gedacht dat dat ging lukken, maar goed gedaan daar. Pedro, weet je nog een tijd dat je moest kiezen? Bevriezen of wegbrennen? Oh. Wat vond het ergste? Bevriezen. Jij? Ja, ik heb ooit ene keer dat niet gezegd thuis. En toen heb ik zo... Dat was een karrewiel of een spinnenwiel. Oh. Vreselijk. En toen heb ik... heb je dat ooit verteld? Een karrewiel? Ja, een spinnenwiel. Dat is eigenlijk dat een vratje zo begint uit te zetten. En dan wordt dat eigenlijk zoals een wiel. Hè? Een soort zone. Ja. En, wel, en toen... dat was te groot. Ik had dat te laat gezegd. En dan konden ze dat nog niet opereren. En dan heb ik 3 maanden aan een stuk, elke avond, amai, met brandalcohol en een steen van dokter Schol. Ik zal het nooit vergeten. Schol, dokter. Ja. Vinden we dan nog dokter Schol? Ja, ja. Dat was, maar dat was voor... een wrijfsteen. Ja, nee, een soort harde steen. En dat moest eigenlijk... maar dat kun je... Dat is echt... Meestal thuis, dat is eind jaren 80. Hè. Dat is echt een andere tijd. Ja, en ik zie liepen ze nog meer ratels door de straat wanneer mensen een verkoudheid hadden. Dat was verschrikkelijk. Zwarte kruisen op de deuren. Het was gruwelijk. Mondmaskers. De jaren 80. Heerlijk. Sorry. Onze pa, die had... Maar ik wilde eigenlijk eind jaren 80 dat je niks te zeggen had. Want ik huilde elke avond van de pijn. Die had mijn been vast. En die brandalcohol had een nacht erin gevreten. En dan was eigenlijk de bedoeling dat je dat begon los te scheuren met die steen. Zodat dat ding klein genoeg was om te opereren. 3 maanden aan een stuk. 3 maanden aan een stuk.
Maar zullen we anders terug over kanker babbelen? Maar ik uw voet eens zien? Mogen wij uw voet eens zien? Want, ja maar, misschien hebben wij hetzelfde. Dan gaat hier naar iedereen zijn voet op tafel gooien, want dit is niet normaal. Ik heb wel nog altijd zo'n litteken ervan. Nog maar laat zien, want jij kunt hier van alles vertellen, Andries, maar wij, de zaal wil het zien, ja. Ik vraag dat niet, hè. Ik heb ooit een raar gezwel op mijn nakel gehad. Maar wacht! Ah ja, amai. Ja. Ja, dat is pittig, hè. Heb je dat al gezien? Wat? Nee? Ik heb er al veel van aangezien. Moet allemaal naar... Oké. Okay. Ja, all right, allemaal cool. Naar hier. Ja. We beginnen daar. Kun je één voor één en je moet foto's trekken ook. En arme mensen. Ja, ja. Goed. Ik weet niet meer wat ik nog moet zeggen, man. Deze is nog de kloot. We gaan afsluiten, beste mensen. Dat was het dan, dames en heren. Dat was geweldig. Ja, man. Ja, dank u. Eén persoon. Merci. Degene dat er al vanaf wou zijn. Dat is godverdomme. Heb je iets geleerd van de podcast? Want ik heb een aantal afleveringen... zijn mensen die hem gehoord hebben, de podcast? Dat is, is heel fijn, heel tof. Ik zei het er straks nog. Wat ik het leukste ervan vind, is dat verschrikkelijk contrast tussen de gewichtigheid die altijd een beetje ondermijnd wordt door die topdokters. Want jij komt altijd heel voornaam binnen en dan word jij direct op je plek gezet. Hè? Ja, die zijn geweldig, hè. Ja. Ja. Gewoon één ding. Dat is een beetje de magie achter de schermen. Ja. Maar ik wil dat dan toch vragen, als je niet op het moment worden. Heb jij die op voorhand gebeld? Of wat hebben die van info gekregen? Ik zou het aan Dieudonné moeten vragen. Dat is de podcastmaakster. Die zit hier trouwens. Anne, kom eens even naar voren, alsjeblieft. Het kan zijn dat ze zat is, want ze heeft... Want dat is altijd... Ja. Nee, Anne Dieudonné? Anne? Het wordt gênant voor mij als je niet komt. Zo. Ja, voilà. Dat zei mijn vrouw gisteren ook. Een antwoord even op Andries. Dat is zo'n rotstreek, Pedro. Zeg, zo dat eikeltje heel de tijd rondvolgen, is dat nou plezant? Nee. Zeker nu niet. Ja, ja. Hier had jij niet op gehoopt eigenlijk, nee, hè? Eigenlijk op dit... Nee. Stel uw vragen. Dit is de beste podcast ooit. Ja. Zo zouden we alle podcasten moeten beginnen. Hey, zegt niet tof. Stel uw vragen. Afronden. Wat dacht je? En wel, de vraag was eigenlijk, als je binnenging bij een topdokter, omdat Pedro weer een of ander pijntje gevoeld had, of dat die mensen, die dokters, wat voor info heb je die meegegeven? Weten die van, er gaat een drama queen binnenkomen, of weten die van, het is Pedro Elias, of is dat echt... Ze wisten wel dat Pedro was, en het was eigenlijk niet echt dat hij een pijntje had, maar hij ging lichamelijke onderzoeken doen, hè. Dus hij ging zich volledig laten onderzoeken, eigenlijk, om te zien wat hem... iets had. En dat wisten ze. Ja, dat wisten ze. Ja, maar meer wisten ze wel niet. Maar er was altijd wel iets anders of zo als hij binnenkwam. Wat is dat ik ook niet wist. Wat is het geheim van de Pedro? Gelijk jij ook niet wist dat jij hier ging zitten eigenlijk, basically. Ja. Maar wat is het geheim van de Pedro? Het is een likable mens, hè? Je kunt moeilijk kwaad zijn op de Pedro, hè? Nee, absoluut niet, nee. Een beetje ongeleid projectiel of zo. Je kunt er niet kwaad op zijn, nee. Hij had zo'n eigen lessenaar en hij moest buiten gewoon zitten, dus dat zegt eigenlijk wel redelijk veel eigenlijk ook, hè. Ja. Dat is over mijn besnijdenis. Nee, alleen hoor. Maar nu we daar toch over bezig zijn, Pedro, laten zien. Aflevering 1 voor de mensen trouwens. Dat is wel keigoed, ik heb dat al genoeg gezien. Ook dat zei mijn vrouw gisteren. Mensen, vergeet dat maar niet dat jullie allemaal de podcast hebben blijven, maar Anne, dat zijn echte mensen die erover nadenken en ik doe dat. Dank je wel, Anne. Nee, die besnijdenis is echt. Ik heb daar beelden van. Jij vertelde wel iets heel grappigs in een backstage, dat je zei van dat de productie eigenlijk een beetje boos op u geworden was, omdat ze zeiden, jij hebt dat niet gefilmd. Ja, het is te zeggen, dus we zijn aan dat project begonnen omdat Anne, wij werken al heel lang samen op Woestijnvis, zij is een documentairemaakster en zij kwam eigenlijk naar mij, ze wist dat ik daarvan afzag en zij zou het geen idee zijn dat jij u laat onderzoeken, want je hebt twee types hypochonders,
Zij die denken dat ze altijd iets hebben en gaan sterven, dat ben ik. De ergste soort, heb ik van professor De Wachter geleerd, zijn de hypochonders die zelfs niet meer naar een dokter durven om te confronteren met de angst van is het iets of niet. Mm. Die raken geïsoleerd en dat is echt gevaarlijk. Ik ben ook degene die dat naar hier komt, maar ook bijna om de twee dagen bij dokter Nicolas zit of mail. Goeie dokter trouwens. Niet naartoe gaan, die is van mij. Fulltime ook, voilà. Klaarblijkelijk. Ja. Nee, prachtige man. Ruben is knapper. Nee, dokter Nicolas is heel knap. Maar dus, en Anne vroeg van, wat denkt u daarvan? En dat was natuurlijk typisch, ik beschouw mezelf als een yes-man, dus ik ben een angstig manneke, maar ik zeg wel op alles ja. Dus ook u, mevrouw, die hele mooie vrouw, als u mij straks iets vraagt, ik ga ja zeggen. Sowieso. Nee, dus, maar ik heb zonder nadenken, zoals ik al heel mijn leven niet nadenk, ja gezegd tegen Anne. Mm. En een dag later lag ik al bij een uroloog, denk ik, en had ik ineens zo, die gaan mij nu ook, mijn bloed, alles onderzoeken. En dat was eigenlijk een verschrikkelijke tijd, want ik kon niet meer terug. En ik heb dus alle organen laten testen, waaronder mijn darmen, omdat ik schrik had dat ik darmkanker had, hebben ze een coloscopie gedaan. Ik weet niet, je hebt dat al gedaan? Nee, vertel. Je kunt dat doen in het Stadspark. Dat is... maar wel na 12 uur 's nachts. Ja, nee, een coloscopie is dus een darmspoling om te zien of er polypen zijn. En een polyp... Al hebben... vermengd. Ja, voilà. Ah, fantastisch. Ja. En polypen zijn niet erg, maar polypen zijn de voorbode van tumoren. Hmm. Dus ze hebben in die end 2 polypen bij mij weggehaald voor mijn leven. Dat is normaal. Maar dat is pittig, dat moet een fleet nemen, zo'n drankje dat u helemaal leeg maakt. Zoek het eens op YouTube. Ik ben al een goede foto gevonden. Ah ja, voilà. Ah, ja. En jij ook zo, was dat ook de darm in de poep en dan alles eruit? Of, en, omdat ik altijd overdrijf, waren het 2 darmen tegelijk, want ze hebben mijn strottenhoofd ook gecheckt. Dus ik zat eigenlijk gesandwiched tussen wat darmen. En... Jij wordt luchtdicht. Ik... Eigenlijk wel, vacuüm getrokken. Airtight, baby. Ja, voilà. Cool. En dus alle organen zijn... En kwam dan ook langs 2 kanten van alles eruit, nee, maar niet? Ze hebben dan die darmen verwisseld, dat was walgelijk. Ah ja, oké. Voor deel 2, nooit doen. Maar dat zijn pittige onderzoeken, maar als ik ook iets zinnig kan zeggen... de overheid heeft er een leeftijd voor opgesteld, maar als u denkt dat het 45 is, of het zou 45 moeten worden, maar als je een uitnodiging in de bus krijgt, want dat is goed aan de oor, die nodigen u uit, doet dat, want je kunt veel ellende sparen. Ja. Dus als je die krijgt, je kunt heel veel snel opsporen. Ja. Dus, en dat is ook een beetje, wat vertellen wij met de podcast? Je wilt iets vertellen. Wij willen niet een overconsumptie van de gezondheidszorg promoten, integendeel, maar... Als het oké is om u te laten testen, doe het. En je kunt veel miserie sparen. Ik denk aan prostaat. Ja, daar begon het mee. Voilà. Dat was de allereerste dat je deed, het prostaatonderzoek. Motrie, ja. Dat is ook een voor en na, hè, met een prostaatonderzoek. Dat was pittig. Een lach van herkenning, zo. Haha! Van een dokter zelf. Ja, maar het is zo dat gaan liggen, die condoom over die vinger, en dan zo, probeer te relaxen. Dat vind ik altijd een hele goeie. Dat je, de eerste keer dat ik dat moest laten doen, zat er trouwens, dat is ook altijd het geval, je wandelt binnen, de dokter zit er, en er zit een jonge dame naast, en hij zegt, ja, dat is een stagiaire, vind het erg dat ze meekijkt. En ik had zoiets, ja, eigenlijk wel. Zo, deze is de eerste keer dat ik dat nu eens heb, want je mocht zeggen, ik wil niet dat die erbij is, en normaal denk ik altijd, ah, who cares, maar op dat moment dacht ik, dat is een beetje te veel van het goede nu. Bij mij zeiden ze, het is een livestream, geef dat. Maar dat is pittig, zo'n dingen. Maar het gênante was, dus mijn nieren werden gecheckt, hè, dus allemaal met machines, die waren goed. Omdat ik om de zoveel jaar nierstenen heb. Maar mijn prostaat was goed, maar die is wel al op de terugweg. Dus ik ga vroeg of laat, er is een vernauwing op til. Ja. Mijn vader heeft gehad, mijn opa, dus ik ga wel geopereerd moeten worden ooit als 60-plusser. Wat is dat dan, die vernauwing? Wat betekent dat? Ik ben het vergeten, want ik heb zoveel dingen, maar er is iets... Ah ja, dat u die, dat wordt... Sorry, maar dat wordt vlezig. Die prostaat groeit. Uh-huh. En die duwt op de plasbuis en die vernauwt eigenlijk de urine weg, waardoor dat je niet meer kunt plassen. En hier is het al lastig als je 2 uur niet mocht gaan plassen, maar laat staan 2 jaar, dan gaat het dood. Mm. Dus ze gaan dat moeten openzetten. Ja, toen ook zo, dat weet ik nog. Die Jaffen, ik heb dat lang geleden gehoord. Maar dat gaat ook een ongelukkige vergelijking. Wat denk je, een mandarijn of zoiets? Nee, ik had gezegd dat de prostaat
waren was zoals de jaringen van een boom. En die was helemaal niet mee, hè, die nee, man. Nee, hij was, maar wel een filosoof en een intellectueel en zo, maar bij een, als er een man met een duim in uw gat zit, moet er niet beginnen over filosofie en niet over jaringen, want die man wil daar ook zo snel mogelijk weg. Allee, toch mijn dokter. Ja, die van mij, wat ik daar wel... ja, ik had ook last van een aanbij, dus ik was ook zo bij een dokter. En ja, dat zijn echt details dat niemand wilt weten. Maar ik lag er zo op mijn zij, met mijn broek op mijn enkels. I was feeling very vulnerable. En je stond achter mij en je doet terug dat condoomje aan zijn vinger. En je zegt letterlijk tegen mij, true story, nou, dat ik hier toch zin. En dan zo, hoop! Dan ga ik, oh ja, daar zit de prostaat. Hè. En dan voelt hij er ook over en dan was hij wel. Die geeft dan wel een uitleg van, ja, je voelt dat hij glad is en dat hij oké is en is niet. En intussen zit hij wel zo en je denkt, heerlijk. Nee, maar vertel mij meer. Maar het is nodig, hè. Dus je kunt voelen dat er iets van problemen zijn. En dat is natuurlijk een verschrikkelijke kanker. Maar alle mannen gaan ooit prostaatkanker hebben. Maar je sterft niet aan kanker. En dan weet ik het niet meer. Spijtig dat ik dat niet kan afmaken. Sorry. Ah ja, je gaat ermee dood. Dat ja, was het. Ja, ja. Maar dan zat ik wel mee. Ik zat bij professor Motri. Dat zijn toch allemaal chique namen. Je zit al... Wist jij dat op voorhand? Of is dat gewoon in de research? Want jij spreekt je ook aan alsof dat wereldautoriteiten zijn. Dat zijn topdokters. En daar mogen we als Belgen fier op zijn. Dat zijn mensen die wereldwijd hun expertise gaan delen. En ik heb de kans gehad om daar mijn... haar te laten checken en zo, en andere dingen. Maar ik zat met een probleem. Ik zat met een fimosis. Ik weet niet, heeft er iemand fimosis in de zaal? Eén iemand? Wacht, ik zal zeggen wat dat is. Vernauwing van de voorhuid, ja? Dat was wel... Ah, meneer. Mevrouw? Ja. Dus, niet meer. Maar ik kan u even vertellen wat dat is. Ja. Ja. En, ja. Ai, dat excuus heb je niet, Pedro. Bij mij was het mijn obesitas. Maar? Bij mij was het mijn gigantische penis. Dat dacht ik eerst ook. Maar ja, dus tijdens de seks bloot erbij. En ik zo, oei, sorry, schat. En zo, ja, nee. Sorry, honey. Het is een magische avond. Maar het, bij mij was dekking. Het... Sorry. Nee, doe verder. Nee. Maar het was een vernauwing van de voorhuid. Dat is als je wat ouder wordt. Voilà. Ik ben een tweede van links. Dus bij u was het... Oh. De derde van links. Dus, maar het is dus een fimosis is wanneer je voorhuid vernauwt, dus kleiner wordt. Als je dan een erectie hebt, is het al moeilijker om je penis door die voorhuid. Maar tijdens het vrij blijft dat achter je eikel zitten en dat doet echt pijn. En ik liep daar al een tijdje mee. Oh, damn. Het doet echt pijn, hè. Dat is echt... Ja, dat is echt heel pijnlijk. Maar ik durf dat niet zeggen tegen professor Motri, want mijn vooruit ging ik hem toch niet meer storen. En na het onderzoek zei ik toch, professor, mag ik nu toch iets laten zien? En die, dat moet eraf, hé. Kom mee. En dus mee... mee naar het secretariaat. Ik had nog een masker aan. Te Pedro Elias, dat moet besneden worden, hè? Ik zo echt gast. Ik ben hier niet. Ja, kun je morgen? Pedro Elias voor besnijdenis. Pedro Elias voor besnijdenis. Ja, het is echt, hè. En twee dagen later lag ik in Aalst. En, het was er nog niet af. Nee, en ook gênant. Ik heb er beelden van, maar ik zal ze online zetten. Rick Verheij was erbij als support, omdat mijn vrouw niet mee wou. En de verpleegster kwam binnen. Zei hij, schoren? En die keek, blijkbaar moesten alles scheren voor de besnijdenis. Alright. Dat was niet het geval, die is mij komen scheren. Dat heeft 2 dagen geduurd. En die zei, van waar blijft dat haar komen? En ik dacht, ik ben gewoon een Spaanse man met juiste beharing, maar verschrikkelijk. Mm. En dan is het gebeurd en ik kan het iedereen aanbevelen. Ja. De eerste week dat je een jeansbroek draagt, is echt pijnlijk.
Ja. Maar dan, ja, dat is fantastisch. Hè? Wat is er zo fantastisch aan? Niks. De opluchting dat ik met dat probleem niet meer hoef te dealen, dat ik aan die 80 andere problemen kan denken, mm-hmm. maar... laten we zeggen dat maar je niet is, zo er is, snel wat, klaarkomt. Ah ja, dat is ja. de Spaanse kroon is, hè? Ja, maar ja. ik had mijn Spaanse kraag. Een kraag, dat bedoel ja. ik. Kroon ja. niet, dat is iets Spaanse anders. Kraag, je kunt dat eens intekenen. Oh, dat is hem. Ja. Maar, dus, maar daar diende de podcast niet voor om mijn eigen probleem mee op te lossen. Hè. Vooral, ja. dat is nu toevallig een zijsprongetje. Ik heb geen idee. Ik heb hier voeten met van alles opgezien. Nu ben ik naar Pieten aan het zien. Wat is er gebeurd met deze podcast? Ja, oké, Alex, misschien moeten we over... Nee, doe maar rustig verder. Nee. Ik vind het superboeiend. Heb je er nog een goede gevonden? Nee, ik kan stoppen. Het is, nee, ik kan stoppen. Enough of this. Dat is wel funny dat jij dan uitgerekend ook een Spaanse kraag ja. hebt. Ik heb voor mijn vrouw haar verjaardag... Ik hou van taxidermie, opgezette hola, dieren. Hola, en ik heb een haas gekocht met een Spaanse kraag als tribute. En die hangt nu in ons salon. Dus, oké. Okay. Ja, en dat... Ja. En jij vertelt dat vooral ook altijd dat er familie op bezoek is. Zo. Als een opo langskomt. Nee, maar dat is wel een feit. Als je het dan hebt over wat typeert u, ik ken niet echt veel schaamte. En dat mm-hmm. helpt mij in wat ik doe. Ik vind ons allemaal, ik ga niks nieuws vertellen, maar wij krabbelen ook maar. Wij proberen te leven, hè, denk ik. Ja. En ik schaam me niet als ik uit een toon val. Wij zijn vooral goed in... te doen alsof dat wij keigoed bezig zijn. Ja, tuurlijk. Iedereen denkt, die weten wel hoe het werkt. Maar eigenlijk niet. Loopt er gewoon een hele dag rond en denkt, allee, deze is ook gebeurd. Voilà, ja. dat is het. En daarom heb je er geen moeite mee om die orgaanstudie met jullie te delen. Ja. En als het enigszins kon helpen dat mensen zich lieten checken, hadden we ook nog iets goed gedaan. En ik denk dat daar wel iets gebeurt. En als je dat allemaal gedaan hebt, want ja. dat is natuurlijk het ding aan een hypochonder, is dat je je eigen inbeeld, dat je van alles hebt. Maar als je dat nu eigen laat onderzoeken, dan krijg je de uitsluitsel. Hè? Dan zeggen die mensen, je hebt het niet. Ja. Waar blijf jij dan? Met al uw... Want dan kun je niet meer afkomen met, volgens mij heb ik. Klopt. Of heb ik. Ik heb een punt gehad in mijn leven. Dat is eigenlijk een super vraag, want... Het plan was van in het begin wat raar, want ik heb uitsluitsel gehad. De rit daarnaar was verschrikkelijk, want ik moest wachten op bloedresultaten, op allerlei onderzoeken. Dus dat is heel heftig, want ze zijn natuurlijk in de diepte gegaan. Je kunt oppervlakkige onderzoeken doen, maar ik heb natuurlijk bij die dokters echt diep in het bloed laten kijken. Mm-hmm. Je moet maar luisteren om te weten wat er dan echt aan mij scheelt. Maar ik heb even rust gekend. Ik denk 2 weken dat ik oprecht gelukkig was. Want heel veel van mijn geluk verdampt door mijn zorgen. Die ik creëer constant. En ik kon aan mezelf zeggen, nee, je hebt niks. Je hebt het niet. Maar dat verdampt. Spijtig genoeg. Mijn longen zijn ook getest en zo, maar dat kan plots toeslaan. Dus gaandeweg. Ja, natuurlijk. Maar ik ben echt... Nee, maar ik ben... Nee, maar dat is dat zo is zot. Gewoon, dat kan dat ergens beginnen. Dus je kunt een test hebben gedaan en een dag daarna... Dus eigenlijk, dan ben ik bij Dirk de Wachter geweest, die dat mijn hoofd heeft gecheckt. En dat was eigenlijk een openbaring, ook al zullen jullie misschien denken, tuurlijk hadden we dat moeten weten, maar eigenlijk is dat een ziekte. Hij zegt, en dat heeft professor De Nijs ook gezegd, die is gespecialiseerd in angsten. Uw aandoening is niet, want ik denk dat ik hier een tumor heb nu, recentelijk en zo, dat is niet uw aandoening. Uw aandoening zit in uw hoofd. Jij bent ziek omdat je denkt dat je ziek bent, hypochondrie. En ik vind dat dat mijn levenskwaliteit aantast. Ik ben nu serieus 40 plus en ik geloof oprecht dat ik aan mijn hoofd moet werken. En dat ben ik nu ook aan het doen. Ik ben nu in de psychiatrie in Amsterdam. Ik zit daar niet vast, hè, want ik ben hier echt. Het is geen light we hebben beam. Serieus wat papieren moeten invullen om die tot hier te krijgen. Er stond ook een bus te wachten om die mee terug te pakken. En er stond iemand naast het podium met zo'n geweer met een dart, mocht het uit de hand lopen. Dus die is mooi blij zijn, die is net van aankomen zitten. Dat is al slechter afgelopen vandaag. Ja, ik heb dat mes niet bovengehaald. Maar... Ik even bijgehouden. Ik ben actief op zoek naar een... beter leven, denk ik. Ja. Maar ik hoop dat het niet fout overkomt. Ik vertrek nooit vanuit zelfmedelijden, voor alle duidelijkheid. Hè. Ik heb een superleven. Hmm. Alleen, ik verkloot dat. Door te denken aan dingen die er niet zijn. En heel veel tijd... Ik ben vandaag naar hier toegekomen. Ik had een hele slechte dag gehad. Ik had weer een probleem.
En ik kwam hier toe. Wat was uw probleem van vandaag? Gewoon puur om... Nee, dat is nu heel intiem, maar ik dacht dat er iets erg ging gebeuren met mij. Okay. En zoals ik voor mijn werk heel gulzig mijn best altijd wil doen, doe ik ook mijn best in mijn negatieve fantasieën. En professor De Nijs zegt dat ik heel catastrofaal denk. Maar wij zijn gewend om veel te moeten... jullie ook, uiteraard, maar die snelheid... Gewone mensen. Nee, ik bedoel... In alle jobs moet je inventief zijn als je enigszins ergens wilt geraken. Ja, klopt. Maar dat helpt niet als je eigen altijd naar beneden trekt. Dus ik heb vandaag heel veel energie uit mijn eigen... En ik kwam hier toe en ik was eigenlijk van plan te zeggen, ik kan niet, het gaat niet lukken. Ja. En nu komt een melig moment. Dit geeft zoveel energie dat ik nu weer super gelukkig ben. Ja. Straks gaan jullie allemaal mee naar huis moeten, want ik ga dat niet aankunnen van plots. Alleen, maar wij hebben wel een brede gang. Alleen, dat gaat lukken. We hebben ook een paar bussen ingelegd. Die staan voor het theater. Dus we gaan allemaal naar de PDA. Wij hadden een buschauffeur, die heette de Smurf, op de bus 9. En die kon zijn tanden uitdoen. Oh, mei. Vaag. Ja. Ofwel had hij al zoveel aanrijding gedaan van het zat rijden dat hij geen tanden had, maar weet je dat niet meer? De Smurf. Nee, dat zegt mij niks. Ja, vaag. De Smurf wel, maar dat hij zijn tanden kon uittrekken, dat weet ik niet meer. Ik weet dat wij wel op Sint Lodewijk, heb jij daar ook ooit les van gehad, die muziekleraar die een oorapparaat droeg? Ja. Ik heb mijn blokfluitexamen geplaybacked in K10 op 10, achter mij. Echt waar. Echt gebeurd. Echt. Ja, dat is echt... Hoe heette die vent? Die had een oorapparaat en dan moest de blok... En ik had dat niet geleerd. Die deed dat zelf altijd voor op een lineaal. Ja. Wat ik ook zo zot vond. Die gaf ons blokfluitles, maar die gaf alleen... Die deed dat voor op een lineaal. en dat vond ik al op zich, dat ik dacht... Ga je er dan ook niet op spelen? Of wat is dat ding? En ik weet dat hij zo... Die gaf het ritme aan als volgt. Ta, 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 ta. En dan zaten wij er... Want een blokfluit is ook het gruwelijkste instrument aller tijden. En ik heb zo twee van die lichtjes minder bedeelde vingertjes ook overgehouden aan mijn geboorte. En... Oh, mag ik zien? Wauw, man, is er een stuk afgezaagd? Ja, ik heb tussen de lift gezeten. Maar vertel eerst verder. Nee. We doen dat straks. Eerst nee, het Alex, verhaal je van twee de lift. Ik had dat eigenlijk. Ik ben geboren met. Ja, ik heb ook de stoemste fuck you vinger aller tijden. Als je dat moet vergelijken met een deze, dat is echt ridicuul. Ik heb wel een goede piraat met een oude poot. Dus daar maakte ik mij populair mee bij de meisjes. Vandaar dat ik maagd was tot mijn 20. Maar, true story. De pijn komt allemaal naar boven, Pedro. Maar, wat wou ik eigenlijk zeggen over die vingertjes? Ik weet het al niet meer. Ik zit met een ding. Blokfluit. Ik kon dat gebruiken als excuus van... letterlijk gezegd, meneer, ik ben gehandicapt. En dan zei hij tegen mij, ja, dat is duidelijk. En ik weet nog altijd niet wat hem bedoelde. Maar ik neem aan dat hem het over mijn vinger zat. Maar ik vond het altijd hilarisch, een leraar die muziek heeft die je niet kan horen. Dat was ook onze turnleraar, denk ik. Ja. Nee? Maar dat was een speciale man, hè? Ja. Want die heeft van mij iets afgepakt dat ik nog altijd terug wil. Ik had zo een handje dat je kon uitgooien om iemand zijn papieren te pikken. Ja. Ah, ja. Dus ik pikte alle partituren en die werd er zot en dan draaide hij zich om en dan niks. En dan draaide hij zo, rak! En die heeft dat ooit afgepakt. Zo'n plakhand. Ja, een plakhand. Ja. Amai. Ik heb dat nooit terug gehad. Dat is fantastisch. Echt een plakhand. Daar kunnen echt mensen zot mee maken. Vooral die noorden dat nooit, maar dan had het meteen een keer gezien. Hier. Ja, dat is het. Ja. Dat is geniaal, hè. Je kunt dat gewoon in de winkel kopen, ze Pedro. Ja. Ik ben ook besneden met een plakhand, hè. Professor Motri, als u dit hoort... Ja. Dat moet eraf, hé. Moet een beetje tegen trekken. Plakhanden bestaan niet meer. Dat is waarschijnlijk giftig of zo, ik weet het niet. Ja. Om laat gaan wij iets eten? Ik weet het niet. We zullen wel zien. Moet nog over de lift vertellen. De lift. Dus ik ben opgegroeid op de Melkmarkt hier in Antwerpen. Ik weet niet of jullie dat kennen. Toffe buurt. Ons mama had een wijnwinkel en olijven naast de Muze.
In die tijd was er, nu kun je in de lijst een Zuid-Afrikaanse wijn aan, maar toen, in de jaren 70, dat bestond niet. Dus alle hippies van de muziek kwamen met ons mama, mogelijk ook wiet halen, ik weet het niet, maar toch zeker wijn en olijven. Even zingen, de muziek in de jaren 70, dat waren legendarische mensen, hè? Ja, ja, Wannes. Wannes van de Wel of Verig in een jaar, dat zijn die. Fantastisch. Ik kwam bij ons mama wijn en olijven aan en damjannetjes mee. Dus een toffe tijd. En wij woonden aan de overkant en ik ben niet opgevoed, maar begeleid door een Britse nanny. Sheila heette die. Omdat ons mama veel moest werken en ons papa had de groothandel, was een scheepsvoorrader. Die ging naar Zuid-Amerikaanse schepen. Bestellingen van wijn. Die kwam altijd thuis met kapiteins of met een aap. Had hem een aap gekregen, dan moest hij het terugbrengen. Allee, plezante jeugd. Maar in ieder geval, ik was nogal een zenuwachtige jongen. Wacht, we gaan even terugdraaien. Ja. Hè. Die is met een aap thuisgekomen. As one does. Mijn papa was een kleurrijke figuur. En wat voor een aap was dat? Dat was een klein, zo wat bubbelsachtig. En hij had dat dan van een kapitein gekregen. Een chimpansee. Ja, een chimpansee. Dat is een gevaarlijke aap. Ja, ja, absoluut. Aan een ketting. Het waren andere tijden. En hij had dat gekregen van een Colombiaanse kapitein. En, take my monkey. En hij dacht, ons mama gaat dat tof vinden, maar dat vond hij niet tof. Dus hij is die dan gaan terugbrengen, waarschijnlijk ergens rond de paal gebonden. Nee, dat mag ik niet zeggen. Hè. Of over het hek van de zoogooi. Het waren andere tijden. Mm. Maar, nee, toffe jeugd, maar een speciale papa. Maar, en ik ben dan met Sheila in de lift. En in die tijd hadden voetballen zo'n netteke rond. Is dat nu nog? Ja, ik ken dat. Voilà. Ik weet wat je bedoelt. En ik had dat netteke voor de liftkooi laten vallen. Sheila zet mij in de lift, die lift vertrekt. En ineens denk ik... En ik ben dus in de schacht en dat heeft mijn arm meegenomen tot hier. En dan heeft zij gelukkig op stop geduwd en terug naar boven. Dus gelukkig, en mijn hand, dus dit stuk hing eraf. Oh. En dit stuk lag al in de put. Echt, hè? Mm-hmm. En mijn vader zat boven met een Catalaanse schilder, ABO, die een mooie schilderij van de kathedraal aan het maken. Die zijn dan... in de koker gaan kijken en dat stuk was al te... Dus kapot. Dat was, de chirurg zei, hij gaat een beter leven hebben zonder dat topje dan met een kapot topje. Klinkt weer over mijn besnijdenis, maar... Dus ik heb ook... Dat was, ik was 3 jaar oud, ik heb ook leren schrijven zo, dus voor mij is dat geen probleem. Ja. Maar ik droom wel, dus als er een sponsor in de zaal zit van Victor Inox, ik droom wel zo van zo'n tjoepeke met een tandenstoker in, een tournevies en een flesopener. Zo, dat zou wel... Dat zou zo'n Zwitsers... Zo'n Leatherman. Ja, dat jij zo altijd alles bij de hand hebt. Ja. Maar ik denk wel, Alex, dat... Ik denk, maar ik ben dat dus samen met André Donné, we zijn een documentaire aan het maken... Na de podcast van Organa over mijn hoofd en de angsten. Ik denk dat daar iets vreselijks is gebeurd. Want we lachen nu wel, maar als 3-jarig kind, die lift hing vol bloed. Ja. Ik denk dat ik denk dat mijn angstige structuur daar wel is. En dat zijn we nu aan het uitpluizen. Ja. Dat kan niet gezond zijn. Terwijl ik ben heel goed opgevangen door ons mama en een goede plastisch chirurg en veel liefde ook. Maar ik denk dat ik wil het weten. En dat is mijn zoektocht. Is daar mijn angst. Ja. Want, om maar te zeggen, ik ben naar hier gestapt. Ik woon net over de leien. Ik ben naar hier gestapt en ik wandel naar hier en ik zag een man stappen met een fles whisky in zijn hand. En hoe ik dan denk is, die gaat op mijn gezicht slagen of die gaat die kapot slagen en in mijn nek steken. Zo wandel ik... om maar te zeggen... Dat is natuurlijk wel een beetje de prijs dat je betaalt voor zo lang zo irritant te zijn ook, natuurlijk. Nee, maar dat is... Ja, zo is denk het, ik soms. Maar ja. Als je heel een tijd over aandoeningen bezig bent, dan ben je ook bang voor de dood. En je bent al betrapt dat je het eeuwige leven shit ontgoogelen bent en invriezen en... Dat is het probleem, Andries. Ik heb geen parachute. Ik denk dat... Kort door de bocht, ik denk dat het geloof, dat zijn niet mijn woorden, maar is uitgevonden door de mens. En niet omgekeerd, omdat wij sterfelijk zijn, hebben we iets uitgevonden dat ons vertelt dat we eeuwig gaan leven. Denk ik. Maar ik geloof in niks. Dus ik heb geen parachute. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar voor mij is de dood een verschrikkelijke afspraak. Want ik heb een prachtig leven. Ik wil niet dood. Maar ik heb niet een geruststelling dat ik nog... dat is er niet. Dus voor mij houdt het op als we weg zijn. En ik moet misschien daar ook eens aan beginnen denken om een geloof
toe te trekken. Allee, misschien moet ik daar. Oh, ja. Zijn er hier... Hare Krishna. Zijn er hier mensen die al gewist zijn naar de andere kant en er iets meer over kunnen vertellen? Nee, maar oprecht, ik heb geen parachute. Maar als je nu moet kiezen, je wordt 103, zeker, maar geen een dag langer, of ja, het is wat het is. We zullen wel zien. Ik snap de vraag niet. Dat je exact weet wanneer je gaat doodgaan. Wauw. Link, hè. We kunnen misschien spelen met heel de groep, maar dan krijg je misschien te horen 27, 53, 88, 112. Is dat het spel? Dat je weet wanneer je gaat sterven. Maar ik gaf wel als hypothese een schone leeftijd. Ah, ja. Het is wel goed dat jij meteen zo negatief daarin gegaan bent. Ja, maar dat is een voorbeeld. Zo ik dacht, dat is redelijk indrukwekkend. Zo, alright, cool. Ah nee, zo denk ik. Dat is het probleem. Maar 103 is toch oké? Ja, maar ik ben tegenwoordig... Ik denk niet dat ik depressief ben, maar soms denk ik... Ah wel, als je doodgaat, dan zit er vanaf. Niet dat ik depressief ben of zo, maar... het leven is ook reïncarnatie. Vaak... Shit! Nee, nog eens! Het leven is wel vaak een herhaling van dingen. Hè? Dus ik kan me wel inbeelden, daar zoek ik een beetje troost in. Mijn oma die was 88, denk ik, en die zei, ik ben er klaar mee. En wij kunnen ons niet inbeelden, want we zijn nog... Hè, we willen nog van... Maar ik kan me wel inbeelden, en cours de route, dat je moe bent en dat het oké is geweest. Dat is een vorm van troost dat ik heb. Weet wat ik heel erg... Maar dat is een sombere avond, hè. Ik heb zoveel schrik dat iemand mij gaat zeggen... Jij hebt een ziekte, je gaat niet meer lang leven. En dat ik dat aan mijn kinderen... Snapte? Stijn de Papen. Ah, ja. Ah, ik denk dat dat hetgeen was dat iedereen... Of dat je de goede dichter... Maar dat was voor mij... Toen je dat las. Ja. Je kinderen niet zien opgroeien. En zo'n kutleeftijd, hè. Ja, dat is... De angst die... Maar we kunnen daar niks aan doen. We moeten verder ballen. En het zal niet zijn, waarschijnlijk... te erin geloven, maar dat bekruipt mij s'nachts overdag en ik kan daar heel zwaar in gaan hangen. Maar heb je dan nog altijd niet een beetje zo, als je dan zo Stijn de Papen, dus zijn er helaas velen, dat is dan gewoon iemand die bekend was, dat dan ook een klein beetje... Hey, is er dan iemand die zegt, Pedro, uit respect voor dat soort mensen, absoluut. Chill is een pak? Dat is een heel juist punt dat je maakt. Het is onbeleefd naar mensen die dat wel hebben. En mijn vrouw zegt dat heel vaak... Je hebt wel mensen die... Want wij hebben het meegemaakt. Hè, want dat heeft mij natuurlijk geen goed gedaan. Ik heb 2 jaar in Gasthuisberg rondgelopen. Ja, daar leven allemaal zieke mensen. Maar dat is niet een echte wereld. Maar dat hielp mij niet. Maar mijn vrouw is vaak de voice of reason bij ons thuis. Die zegt, schaam u naar de mensen die nu wel naar de chemo moeten. En jij bent hier aan het blijten voor uw aft of uw vrat. En dus je hebt gelijk. Ik zou me moeten schamen. Maar, nu komt mijn joker. Ik ben ziek. Zo simpel is het. Maar ja, dat klinkt dan ook zo. Maar ik doe dat niet voor de fun. Dat is ook geen pose. En dat is ook heel belangrijk, vind ik. Wij kunnen dat als comedian... Ik ben geen comedian, ik durf dat niet zeggen naast zo'n legend. Maar wij zitten in het... Nee, dat is waar. Ik beschouw mij niet als... Ja, dat is. Wij zitten hier bij een legend. Maar we zitten in dezelfde branche. Moedigt me niet aan. Ja. En in die branche zijn veel vakgenoten hypochonder. En ik ben dan een purist. Soms zijn er zo wat, ik ga niet zeggen wannabe, maar dat is ook een leuke pose om als hypochonder door het leven te gaan. In uw werk, wat ik snap. Maar het spijtige vind ik, ik ga ermee naar huis en het zijn de uren dat ik s'nachts... Ik heb nu hier begonnen als een verrekking. En dat is in mijn hoofd geschoten dat dat een tumor is. Waarom? Omdat de sportarts zegt, verrekking... Ik zeg, ja, wat anders. Kan een tumor zijn? Ik zeg, dokter, echt gebeurd, hè? Ik zeg, dokter, maar waarom zegt u dat niet? Waarom zegt u dat nu? Ah ja, nee, er gaan 50 dingen anders zijn voordat je dat doet. Maar het is wel een mogelijkheid. Sinds die dag denk ik dat... Dus ik noem die ook nu mijn tumor. Ik heb die sinds september. En ik lig daar... Ik durf soms niet om maar te zeggen, hè. Dat is geen grap. Soms durf ik mij niet keren in bed om het te voelen. Dat is toch verschrikkelijk? Dat is geen leven. En nu heb ik, durf dat nu zeggen, want nu kan ik zeggen, nee, dat is een verrekking. Dus ik vecht er tegen. Hè? Maar mijn punt dat ik wou maken was, je kunt grappig doen en daar een soort stik van maken, maar het zijn de uren als je alleen bent. En dan toch ook naar mijn vrouw toe, dat is vermoeiend om met zo iemand samen te leven. Ik besef dat. En ik denk dat ik een lieve echtgenoot ben op vele andere vlakken, waardoor dat die dat duldt. Maar dat is niet leuk, hè. Iemand dat altijd... ook even hard in eigen boezem met zichzelf bezig is, eigenlijk. Dat is wel een beetje eigen aan het vak, vrees ik. Ja.
Dat is, ja. Dat is, ja, dat is hetgeen dat je thuis ook vaak hoort. Hè. Zo, jij zit hier en jij zit hier niet. Voilà. Of zo. Of jij zit altijd in je kop. Of het is altijd... Allee, bij mij is dat niet hypochondrie, maar wel doomscenario's verzinnen een godganse dag lang. Of ook dingen moeten doen die zo compleet belachelijk zijn, om dan het gevoel te hebben dat je leeft. Geef eens een voorbeeld. Het sportpaleis, destijds. Wow. Dat je gewoon dat ding hebt van, ja, ik ga dat doen. En dan, gaat dat lukken? Ik weet het niet, misschien wordt dat gruwelijk. Maar ik voel nu wel dat ik leef. Ja. En dan denk je, hoeveel knuffels heb jij gemist als kind, dat je dat nodig hebt. Hè? En ik vraag mij ook af, van bij u, als jij dat vertelt over je liefde en ja. dat dat misschien een trigger was voor heel veel van de dingen dat jij het, vraag ik mij af wat dat bij mij was. Dat je zo denkt, wat is dat moment geweest dat jij keihard iets wou hebben, jij kreeg dat niet, en jij associeert voor de rest van je leven dat gevoel met, ik moet hier iets bereiken en dan ben ik iets waard. Ik denk dat je ons structuur samenvat. Dat ik denk dat dat onze drijfveer is, maar misschien kennen we ze niet concreet. Maar ik denk dat wij ook snakken naar liefde van de mensen. Mm-hmm. En daarin ons best ook doen om die dan te krijgen. Ja. En we krijgen ze, ik voel het. Nee, maar... Misschien nog even iets anders, want hè, we hebben het al vaak gehad over de dingen die... die je allemaal voelt en waar je allemaal mee zit. En ook wel de zwaardere dingen, ook over je zoon en zo. Ja. Maar er is ook natuurlijk, jij bent wel iemand, want ik weet over u bijvoorbeeld, hè, jij hebt samen met mijn collega en brother Andries ook een maandelijkse podcast op zijn bakjes. Ja, ja. Over MMA en over gevechtsporten en dat soort dingen. Ik weet dat jij ook bokst, hè, jij doet dat ook. Dus er zijn ook dingen in u, dat, hoewel dat jij constant bang bent voor pijn en dood... Zoekte jij dat ook wel op of fascineert u dat eigenlijk ook? Dat heb ik ook. Ik ga dat even anders pakken, want het is gewoon te lang duren. Dus wij, op zijn bakjes bestaat uit mij, de Robin Pront en de Pedro Elias. En we zijn eigenlijk liefhebbers. En de ene weet wat meer dan de ander, maar we zijn liefhebbers. Maar we hebben een killer bij ons. Hè, die Jan Kwaaihagens, dat is... De nichte. Dat is bijna UFC-niveau, dus voor mensen die dat niet kennen, dat is eigenlijk bijna Champions League. Dat is UFC dan, is Ultimate Fighting Championships en dat is eigenlijk MMA, dat is... worstelen, alles door elkaar. Wil je weten wat dat is? Nee, maar ik vraag het maar, want veel mensen denken, wat? Want dat is een populaire sport bij Johns, maar bij niet veel ander volk. We zitten hier in een culturele... Het zijn allemaal slimme mensen. Ja, ik weet het. Die lezen wel eens een boek en zo. In ieder geval. Zwet. Ik deed mijn best. In ieder geval, wij zijn drie liefhebbers. De Jan is echt heel goed. Dat is een hele fijne gast. Ziet er ook totaal zo niet uit. Maar het komt er eigenlijk op neer dat hij ons kapot kan maken. Alle drie met tegelijk. Met één vinger. Ja, als je die opzoekt op YouTube, daar word je niet gelukkig van. Zeer goed. Dat zie ik altijd. Pedro is iemand, en misschien ga je dat wel kennen. Ik heb dat bijvoorbeeld mee als je zo op het vierde verdiep staat en je hebt zo de neiging om erover te springen. Dat is een bepaald soort gegeven. De Pedro heet dat eigenlijk een beetje mee. Jij wilt op een of andere manier slaag krijgen van de Jan. Ja, van de Jan wel. Ja. Dat vind ik heel raar. Ik heb totaal niet het gevoel dat ik slaag wil krijgen van de Jan. Ik snap wat jij bedoelt. Dat is iets in mij dat mij altijd dwingt om dingen te doen die niet kunnen. En dat past niet per se bij die angstige structuur. Dus ik heb aan professor De Nijs verteld, hoe kan dat nu? Ik ben op jonge leeftijd op een vliegtuig gesprongen naar Australië, zonder nog maar een jeugdherberg te kennen, zonder plan. Wie doet dat nu? Maar hij zegt, het verschil is, als je het zelf hebt gekozen, durfde je alles. Jij kunt gewoon niet tegen onzekerheid van de buitenwereld. Een man die met een fles whisky voorbij mij stapt, dat ligt niet aan mij, dat ligt aan hem. Ik kan niet om met die onzekerheid. Maar als ik zelf hier op een podium kom zitten, dat is ook... Voor mij is dat spannend. Hè? Allee, jullie zijn geroutineerd, maar zo'n grote zaal komt er maar zitten. Maar dan denk ik, kom, ik ga dat toch doen. Dus de Jan, ja, wat gaat hem doen? Gaat hij mij echt vermoorden? Nee, wat denk jij? Wil jij pijn of denk jij, ik pak die? Ik denk dat ik die pak. Maar dat is erg, omdat dat ook echt is. Ik ben soms heel... misplaatst zelf zeker. Ja, dat is... Ja, dat komt niet helemaal goed, hè. Ja. Maar Andries, laat eens zien, want ik wil misschien iets vertellen over MMA, dat interessant is. Als u op straat wandelt, hoe kunnen een MMA'er herkennen? Die heeft bloemkooloren. En
Wacht, hè. Bloemkooloren, dat zijn oren waarvan het kraakbeen aangetast is door het vele grappelen en aan het vastpakken. En dat ziet er zo uit. Voilà. Dus dat is een bloemkooloor. Dus mensen in het verkeer dat je tegenkomt, niet het vingerken opsteken als hem dat heeft. Dat is gewoon... Ga maar door, ga maar door. En wat ik nu aan het doen ben, ik ben dus elke avond in bedje, als zielig manneke, ben ik mijn oren aan het ombouwen. Ik zit in transitie naar de bloemkooloor. Omdat ik dan gevaarlijk ga overkomen. En dat is echt geen grap, maar ik speel met mijn oren. Ja. Ik doe dan gewoon deze. Ik ben gehandicapt. Ik en ook. Wij vertrekken binnenkort ook... binnen, wat is dat? Niet volgend weekend, maar het weekend erop naar de UFC in Londen. Ja. Spannend. Dus heb je dat al ooit live gezien? Nog nooit. Niet? Ik ga dus met Alex en Andries naar de O2 Arena. Ja. Naar zo'n hele dag fight. Ja. Nog nooit gedaan, maar wel in België. Mm-hmm. In de arenahal en kleinere zalen. Ja, en er ontstaat altijd wel een agressieve sfeer. Er ontstaan vaak meer gevechten in het publiek dan in de ring. En dat daar is heb ik mij toch al een paar voor. Keer opgevallen. Maar je schrik voor het gevecht of dat je daar toch wat gaat proberen... Hey! Hey! Ja, maar... Hey! op dat vlak ben ik soms met een eigen tegenstander. Ik zet mezelf al die spootje lap. Het is wel iets ongelooflijks, want de allereerste keer dat wij dat gedaan hebben, dat is jaren geleden. Dus dat is eigenlijk... Als je, mensen die dat niet kennen, kan dat soms een beetje een soort marginaal kantje hebben. Want als je dat op UFC-niveau ziet, is dat echt sportpaleizen vol en die productie is fantastisch. En de eerste keer werd toen de Michael van Peel meegenomen, die eigenlijk dan niks mee had... Weet je dat nog? Ja. Die is zo, wij gingen eigenlijk een citytrip doen en hij keek er ook wel op neer. En de Josh-conferences, de Narenberg. Het was niet echt een fight. Verkocht. Ah! Beelde de Michael van Peel in zoals hem is. En maak was een... hem kapot! Kalm, Michael, kalm. Ja. Ja, dat is verslavend, maar dat is niet het verheerlijken van geweld, maar wel in de ring. Dat is een tactisch spel ook. Hè. Ik vind dat echt... Om maar te zeggen, Hugo Claus, die was zot van boksen, die ging naar alle... Dus ik vind... Hemingway ook, hè. Heel veel Hemingway ook. Ja. Maar dat is wat wel cool is, en dat ga je daar wel zien, zeker met dat niveau, want dat is nog anders als je dat op een... Doe maar verder. Hè. Bij Swappie kunnen een telefoon krijgen die je nog altijd marcheert. Ja, yeah, right. Oh, god. Maar, goed. Nee... Dat, ik vind dat het verschil met dat in het echt zien... Dat is die aan de Kwaaihagens trouwens. Ah, voilà. Ja. Je moet ook gaan dat hem op de grond ligt. Dat zegt ook al veel. Dat is degene van dat de Pedro denkt dat het wel zou kunnen. Ja. Ja, maar zo strak zat hem niet op zijn pootjes. Jan, zit jij in de zaal? Om maar te zeggen. Dus die meneer, dat is een vriend van ons geworden, die heet Jan... Pedro, zie. Ja, maar wacht. Ja. Andries zegt zijn familienaam is? Kwaaihagens. Ik durf dat niet uitspreken, omdat ik schrik had dat ik dat verkeerd ging zeggen. Dus dat is altijd Jan Q en zo, maar blijkbaar is het Kwaai... Ja, oei, oei, oei. Ja. Ja. Zie je het nog zitten? Nee, maar ik ben wel, als we naar Londen gaan, ik ben blij dat ik erbij kan zijn, maar ik heb al 100 scenario's dat we klop gaan krijgen voor de dingen, tijdens de dingen, na de dingen. Maar wij goeie nader gewoon, hè. Dat is een Pedro en wij... Jij zit zo die tragere okapie van de groep, zo, dat is zo... Pak die maar. Die denkt dat hij me aan kan. Die is training voor een cauliflower ear. Dat ziet er toch schrikwekkend uit. Ja, het enige eraan is, als je het op dat niveau live ziet... Ik vind dat een beetje een manke vergelijking, maar dat is alsof dat je voor de... Als je dat op tv ziet, dat is niet hetzelfde. En dat is een beetje gelijk dat ze zeggen, comedy moet je live zien, want dat is ook anders. Of als je bijvoorbeeld de Grand Canyon in het echt ziet en je trekt er een foto van, die foto is maar een slap afkooksel van wat je met je ogen eigenlijk ziet. En daar is dat vooral de allereerste keer, dat weet ik nog, dat wij er zaten en dat eerste gevecht begint. En je voelt alleen zo een stilte, want dat wordt even... Wow. Dat iedereen kijkt en je hoort die bewegingen. En die eerste trap komt en dat klinkt zo. En je hebt zoiets... Amai, dat moet zeer doen. En dan heb je echt door van... Shit, die zijn echt aan het vechten. Zo. En dan krijg je wel zo... Dat is echt wel een hele, hele zotte sfeer. En dat is ook niet meer filmeffecten. Dat zijn zo van die stomme geluiden. Hè? Ja. Ja, die effecten zijn nooit de echte geluiden. Hè?
Nee, maar ik vind dat een echt geluid klinkt veel vreselijker. Zo. Ja, maar je kent dat niet. Hè? Je hebt iets anders in je hoofd als je dat nog nooit gezien hebt. Dat doet mij denken. Als ik dat ooit in het echt hoor, dan... Dat zou wel cool zijn. Ik denk bij geluiden aan een pinker hè, van een auto. Een pinker maakt dat geluid niet. Dat is uitgevonden zodat je weet dat hij opstaat. Maar ik vind dat... Snap je wat ik bedoel? Ja. Je moet daar eens over nadenken. Volgende keer dat je pink, klik, klik, klik. Dat, is niet, dat komt niet voort uit die mechaniek. Dat is gewoon, zet mij terug. Allee, om maar te zeggen dat ik ook diep doordenk. Dat had ook vooral totaal geen hol te maken met de rest van dat verhaal, maar... Ik kan wel iets zeggen eigenlijk, omdat je... Het is deels grappig, maar dat competitief en ook een klein beetje dat... Zo wat testen, pushing the buttons. Is dat ook de reden omdat je met de Wesley zo hard klikt op dat vlak? Want dat is wel eigenlijk... Dat is jezelf zijn, hè? Dat klopt. Dus Wesley, ik kende die oprecht niet goed. Dus ik wist dat hij een voetballer was in vierde klas of zo. Ik weet het nog altijd niet. Maar dus, en ze hebben ons samengezet. En dat was eigenlijk... het waren gekke tijden, want de pandemie begon. Ik zat dan... Sorry, nog één keer verwijzen naar Rover. Met een zieke klein. Dus wij waren extreem angstig. Dus ik liep op woestijnvis rond met handschoenen, masker. Allee, dat was overdreven. Maar toch hebben we met 10 mensen zo dat rap ineen gebokst. En ik moest een auditie doen, maar dat, ik wist niet wat dat ging zijn, maar dat interesseerde mij ook niet. Maar ik deed dat uit beleefdheid voor de collega's. Dus ik moest, ineens werd ik naast de Wesley gezet. Ik zeg, ja, allee, ik ken u niet super, dus dat stak hem al tegen. En dan deed ik mijn auditie en de regisseur, oké, super slecht gedaan. Ik zei, oké, maar jij gaat het zijn. En zo is dat begonnen. Dus ze wouden iemand dat niks van, allee, het is niet dat ik niks van sport ken, maar... Wesley is echt een freak, hè. Die weet alles van... Allee, en dat geeft een goede mix. En het schone vind ik, dat is een mens die is echt zo. Dus er is niks... Het is niet lamp gaat aan en die is gewoon zo. Dat is gewoon een ambetante mens. Ja. Ja, maar het is leuk om te doen, omdat wij dat ook... Ik vind dat heel belangrijk hier. Dat is impro. Ik vind dat... Het schoonste dat er is. En bij de container doen wij dat ook. Ik weet zelfs niet wie de sporter is dat komt. Ik weet soms niet welke sport dat hij heeft beoefend. En soms zitten we ernaast, soms niet. Maar ik vind dat het hoogste goed. Dat is gewoon... Allee, niks tegen goede voorbereidingen, maar ik vind dat spannend. Nee. Goh, een halve bladzijde, dat is dat vaak. Nee, maar dat is spannend. Dat is uw eigen ook wat in de problemen brengen en eruit moeten geraken. Ik denk dat dat mijn leven samenvat. Ja. Ja. Maar ik vind ook goed dat jij dat ook, want ik heb dat ook al een beetje mee gemerkt, je kunt heel goed mensen analyseren en dan zo denken, en wel, die eigenschap, daar ga ik ook beginnen duwen. En dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Dank u voor het compliment. Ik denk dat is niet altijd leuk of zo. Ah, oké. Nee, maar... Dank u. Zie je, ik heb hem geobserveerd en ik moest duwen. Hè? Nee, maar ik vind, ik denk dat ik een hoop deur intrap voor comedy mensen, maar observatie is alles. Hè? Je moet... Wij babbelen nu ook wel veel, maar ik denk dat het nog belangrijker is om te luisteren en te kijken. En dan krijgen we wapens en munitie en dan kunnen toeslaan. Daarom dat ik hou van comedians die goed kunnen observeren. Ja. Pedro Elias, ja. Merci voor het komen. Gedaan? Oh. Ja, niet? Of wat? Ja, nee. Nog? Ik dacht dat we pauze... Hoe lang duurt dat eigenlijk? Is het de bedoeling dat hebben wij ongelimiteerde tijd? Of komt er nog iets achter? Moet iemand zijn parkeerschijf gaan verleggen? Is er nog iets? Nee, maar... oké, het is... ik vind het spijt. Ik vond het zo leuk, jong. Ja. Nee, dan doen we voort, hè. Nee. The fuck? Ja. Oké, weet je wat? Fuck it, we zitten hier met een heel bende mensen. Wat willen jullie eigenlijk weten van voilà. Pedro? Weet je wel? Ja. Nee, we weten genoeg, dankjewel. Ja, nee. Oh ja, goed hè. Wie zei dat? De Andries, saxofoon spelen. Oh my god. Wow. Laten we dat nooit niet meer doen. Voor mensen die niet weten wat dat was onze 200ste aflevering, waarop de Andries op de sax... de kleine saxofoon-solo uit Careless Whisper van Wham, want hij speelde vroeger saxofoon, maar het is ook wel heel duidelijk dat hij het na niet meer doet. En dat begon de eerste keer met dat jij dat na deed, eigenlijk eerst met je stem, en dat wij niet wisten wat je bedoelde. Zo is dat begonnen, dus doe het nog eens een keer, Andries, hoe ging dat? Penene. Ik blijf erbij dat ik dat raar vond dat je dat niet... Nee. Alleen, je weet toch wat ik bedoel? En wij zaten er zo... Nee, we weten niet wat dat je bedoelt.
Maar dan heeft hij dat met een sax gedaan en dat was zo mogelijk nog erger. Het is eigenlijk spijtig dat hij hem hier niet bij heeft. En dat staat op internet. Geweest. Dat staat allemaal op internet. Ja, dat kun je allemaal zien. Ik blijf erbij mijn octaaf plakte. Dat klinkt fout. Zij die van ons gisteren ook. Nee, nog vragen voor de Pedro. Ai. Vragen voor de rest van ons. Vragen voor elkaar. Voilà. Nee, zeg maar, roep maar. Oké, goede vraag. Ik kan voor, Colby... Voor de mensen die aan het luisteren zijn, Colby Covington tegen Jorge Masvidal, zijn twee vechters uit de UFC, hebben tegen elkaar gevochten. Hij vroeg wat hem ervan vond. Okay. Dus dat gaat over echt een haat tussen twee voormalige vrienden. En dat vind ik er interessant aan. Het is geen wrestling nep beef. Het zijn mensen die samen groot zijn geworden en nu in de ring tegen elkaar stonden. En dus... Ik kan Colby Covington niet uitstaan. Dat is een verschrikkelijke figuur. Die heeft in Brazilië tegen heel het Braziliaanse volk gezegd: jullie zijn uitschot. Allee, ik snap dat niet, dat die mens nog niet is omgelegd door de Braziliaanse ambassade. Dus als die meeluisterde. Maar hij heeft hem echt gedomineerd en hij is terecht de winnaar. Want dat moeten we misschien opzij zetten. Hè? Wat vonden ze zelf? Ja, en tegen wie zou het liefst vechten? Tegen Covington of tegen uw vrouw? Als ze boos is, wie maakt het meeste kans om te winnen van u? Covington. Die zit niet naast mij, dat is vooral keigoed. Ik heb er een ander bij. Maar die kan ik aan. Bij mij is het antwoord altijd mijn vrouw. Even zeggen, de Container Cup. Als je zo, wat was eigenlijk de sport dat je zo echt niet kende en van dat je nadien toch een klein beetje fan bent geworden? Nee, ik ging korfbal zeggen, maar ik ben er geen fan van geworden. Maar ik ben wel... Dus ik had korfbal in vraag gesteld of dat mensen met een bepaalde verstandelijke vermogen dat bewust spelen. En dat is heel slecht gevallen bij de korfbalgemeenschap, bij die drie mensen. En nu zing ik het weer aan het doen. Maar op een dag lag er een korfbal mand voor mijn deur met een brief. Maar en dan heb ik gedacht van, niet iedereen snapt dat voor te lachen. Allee, ik hou van alle sporten, hè. Nee? Maar de sport die ik... dat is een sport dat ik heb leren. Dus dit seizoen, we hebben... Binnenkort komt er een nieuw seizoen uit. En weer alle sporten. Dus we hebben een BMX'er tegen een motocrosser. We hebben een bokser tegen een judo. Allee, het gaat heel plezant zijn. Maar de sport dat ik heel graag zou willen kunnen... ja, ik denk dan toch zo biljart of zo. Gewoon niet te veel. Maar top een biljart, snoeker. Nee, zo met die witte ballen. Pool. Nee. Dat je zo'n band... Carambol. Drie banden. Oké. Ja. 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 Dat is wel moeilijk. Ja, daarom denk ik... Ja, ik zou dat wel willen. Mijn vader kon dat niet aan, want dat is een Engelsman. Hè? Dus je keek ernaar en je net zoiets snoeker is. Ja, klein tuurlijk. Ballen, een grote tafel. Je zei, die hebben drie ballen en die kloppen die wij rond. Dus in geen gaten. Dat slaagde op niks. En ik had zoiets, maar dat gaat over effect spelen. Ja, ja. Dat is eigenlijk veel moeilijker. En dat kreeg ik er niet in. Je bleef dat een hoop nonsens vinden. Zou jij willen meedoen, Alex? Wat? Aan de container? Jezus Christ, voor wat? Oké, Alex. Om zo te laten... om te laten zien hoe hard de conditie na echt wel de put in verdwenen is sinds Ik denk wel vroeger. Dat je veel... Ik heb het diepte-record in monkey bars. Ik heb er 7 gedaan. Dat is het ergste ever. Wat is monkey bars? Dat is eigenlijk een ladder dat aan het plafond wordt gehangen. En dan moeten zo... Ah ja, tuurlijk. Ja. Maar dat is een soort omgekeerde weegschaal, want je voelt plots zoveel dat je weegt. Ja. En ik heb het diepte-record 7. Maar de Wesley, wat is dat dan? Wesley is een machine. Die nog kan altijd? Nog altijd... Dat is ongelooflijk, die kerel. Echt. Die heeft een sixpack dat volgens mij illegaal is in 12 landen. Echt. Dat is echt... Ja, ik heb die van mij al jarenlang vervangen door een vat. Ja, van voilà, dat is echt... Een onesie. Dat is verschrikkelijk. Ja. Ik zit nu op dat punt te komen dat rolken al over die broek begint... Dat gewoon zegt, ik kon zelfs niet meer doen alsof ik mijn eigen nog intrek. Zo, en dat is wat pijnlijk aan het worden. Ik trek altijd met een ding naar beneden. Ja, dat geen nut, want je komt terug naar boven en dan zie je dat ook. Ja. Dat is een domme en dat valt ook meer op dan, want dan zit je zo heel de tijd zo... Goedenavond. Ja. Goedenavond, ik ben niet verdikt. Zijn je ijdel als zo'n nieuw seizoen eraan komt? Zo? Ik was dat, maar niet meer. Omdat
ik geloof heel hard in de sportprestatie en mijn band met Wesley. En die mens ziet er zo onecht en plastiek uit, daar kun je niet van winnen. Ja. Dus ik heb het wat opge... Vroeger voor Control Pedro of zo, dan ging ik intensief sporten om er echt strak... Ik dacht dat is naar de kijker toe, een vorm van beleefdheid. Je er goed uit zie. Maar naast Wesley is het altijd gejost. Die mens is... Dat is niet echt, hè. Ja. Ja, heeft hij dat begrip voor bij u? Dat nee, jij minder in shape bent dan? Nee, die heeft voor mij nooit begrepen eigenlijk, de Wesley. Maar binnenkort heb ik bloemkooloren en dan gaat het wat minder zijn. Pedro Elias, merci voor af te komen, man. Het was mega cool. Dank u dat jullie mij... Ik heb zo hard genoten. Ik vind dat zo'n toffe podcast. Ik ben echt een heel grote fan. En dat is raar dat je er dan ineens zelf mocht zitten. Dus ik ben jullie heel dankbaar. En jullie ook goed gelachen. Ik voelde veel warmte. Dus ik kan deze niet vergeten. Merci. Ja. De overhandiging van de heilige tas. Voilà. We hebben nog één ding voor u. Deze was eigenlijk keigoed, want de Pedro die moest eigenlijk in ons aankondigingsfilmpje zitten, maar dan zat hij in het buitenland. En dan had hij gezegd tegen de Andries, ik heb wel een kartonnen versie van mezelf. Wat je ook niet iedereen hoort zeggen. Ik ben die bij uw vrouw gaan afhalen thuis. Ze spreekt er nog die over. Die zei ook letterlijk, jij komt mijn man halen. Ik merkte dan ook dat hij niet plooit, dus ik moest die iemand een auto krijgen. Ik heb die uiteindelijk naast mij, liggend, in de zetel gezet. Dus ik ben zo naar een optreden gereden. Ik kwam eraan en letterlijk, mensen zeiden, ga het Pedro Elias bij. En ik wil hier wel één ding over kwijt. Zo groot zijn ga niet. Nee, dat is waar. En misschien nog voor absoluut mee af te ronden. Die heeft een paar, dus een goed, dikke week, heeft hij bij de Andries thuis gestaan. En het zotte ding van zoiets, als hij in een kamer rechtop staat en je verwacht niet dat dat er staat. Ja, er is wat gebeurd bij ons. Okay. Ja. Wij waren trouwens een aan ons opnemen. En ik weet niet welke dat was, maar ik moet het toch opzoeken. Maar mijn vrouw, want ik had hem dan in de kamer van mijn dochter gelegd. Voor de mensen die veel luisteren. As one does. Ja, maar ja. Hier, schat, deze komt even naast uw bed staan. Relax. En letterlijk, wij waren een aan ons opnemen en ik hoorde niet eens... En ik wist niet wat dat was. En achteraf zei ze van, ja, ik kwam de Pedro Elias tegen. Ik zet die soms in de kamer van mijn schoonouders, om de zoveel maand. En ja, die worden echt zot, hè. Dat is altijd verschieten, hè. Ja. Maar goed, maar gaan we hem verloten, of niet? Wil jij die verloten? Maar is er iemand geïnteresseerd? Wow. Amai, dat is wel heel enthousiast. Voilà, ik vind puur door de reactie dat ze hem al moet krijgen. Ik vind dat ook, maar we gaan toch 100 euro vragen. Nee, maar ik vermoed dat Alex en Andriza op hun website of zo zullen zetten en dan... Weet ik niet, doe maar. Maar of we zien wel, hè. Dus, ja. Dan moeten wij die... Wij wouden er eigenlijk vanaf zitten. Allee, het is goed, ik heb terug mee. Ja. We zullen bij hem verloten en jij moet hem opsturen. Of wij zullen hem opsturen. Dat is goed. Ik wou nog snel wat duiding. Niet dat iemand erom vraagt, maar dat komt uit Heubels en de Idioten. Sarah van Deurzen, die moest met Sam de Jonge rijden, maar dat was zogezegd een blinde. En die begon dan op een parcours en ze hadden allemaal kartonnen van ons gezet, maar zij wist niet dat hij niet blind was. Dus okay. Om maar te eindigen met een zak, hè. Het is wel tof dat uw broek ook een beetje open staat. Vind ik ook wel zo'n klein detail dat toch veel doet eigenlijk. Ik stel voor dat we afsluiten, Alex. Okay. Goed, dat was het voor ons. Merci voor allemaal af te komen. Merci voor in grote getalen te komen opdagen hier op het Mad Goat Festival in Antwerpen, in de Arenberg Schouwburg. Ook heel veel bedankt aan Valentijn en alle jongens van de techniek die ervoor gezorgd hebben dat deze er allemaal zo cool het zie. Ook aan de organisator van dit festival, de Moerad, ook Jeff Staes, die ons altijd steunt in alles.
Dit was het voor ons voor deze week. Ik ben Alex, dat is Andries. Wij zijn welcome to the AA. En volgende week zijn wij er terug when we make Monday great again. Merci allemaal. Woehoe! The first step on the way to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ik zit hier aan je voor de zorg. Als het ergens over moet gaan, zijn de beste. Not the face. Rivers of iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.